Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe e-workshop van Nail Talk Live. Vanavond gaan we hele leuke designs met cat eyes en metal flakes laten zien. Dus laten we gaan beginnen. Zoals gewoonlijk ben ik natuurlijk niet alleen, want natuurlijk is Pepijn er ook. Hallo allemaal, goedenavond en wat leuk dat jullie weer meekijken. Ik heb ontzettend veel zin in deze e-workshop van vanavond, want toen ik de design zag die Deborah had een foto daarvan had gemaakt, nou was ik meteen op slag verliefd. We hebben wel een behoorlijk druk weekend achter de rug, want het was natuurlijk kortingsweekend en dat is het nog steeds, hè, nog 4 uur. Dus als je nog iets tegenkomt vanavond waarvan je denkt, oeh, dat vind ik leuk, nou, slijslag. Maar desalniettemin, we gaan natuurlijk met Deborah aan de slag met cat eyes. Wat is er allemaal mogelijk? En over, ik denk, een klein half uurtje ga ik de winnaars bekendmaken van de challenge van Syriza. Maar nu gaan we eerst terug naar Deborah. En ik heb natuurlijk mijn telefoon bij me. Dus als je een vraag hebt, stel hem. En ik zet hem door naar de gast, de ster van vanavond, Deborah. Ja, Pepijn, dankjewel. We gaan gelijk beginnen met een technisch cat eye dingetje. En dat houdt in dat we met de magneten laten zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. En hiervoor heb ik de magneetjes. En mocht je er 2 hebben, het liefst met die ronding aan de achterzijde. Maar ik heb er in dit geval 4, omdat ik dadelijk daar ook iets mee ga laten zien. Maar 2 is voor deze avond verder prima. We starten met het design. En ik heb hier zwarte tips, maar werk je deze nagels op een klant of iets dergelijks, mag dat natuurlijk ook gewoon op zwarte lak. Dan moet het juist op een zwarte lak. Dus voor nu heb ik zwarte tips en daaroverheen ga ik werken met de rode Ruby Cat Eye. Die heb ik hier staan. Dus even voor mijn duidelijkheid, Deborah. Je moet altijd op een donkere ondergrond werken. Is dat het beste om te doen? Dus op een zwarte ondergrond heb je het meest intense kleur? Ja, het is het mooist. Ja. Dat is wel het mooiste voor het duidelijkste resultaat. Tuurlijk kan het op diverse ondergronden, maar wanneer je de intensiteit van de lijnen die je wilt benadrukken laten zien, dan zou ik toch donker nemen. Kan ook donkerblauw of donkerpaars, maar ja, wel donker. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Ja, nou, we gaan starten. Ik heb hier dus mijn zwarte ondergrond. Kijk maar even mee. Ja. En ik heb hier de Ruby Cat Eye Gel Polish. Dus schud hem even goed. Zo. En dan lakken we maar 1 laag van de kleur. 1 kleurlaagje. Ja, ik wil geen 2 lagen nu, want ik wil een hele duidelijke lijn krijgen in wat ik maak. Zo. Maar wel moet je natuurlijk een beetje dekken. Ja, je brengt hem wel echt goed dekkend aan. Ja, zeker. Niet te dik natuurlijk. Nee, want niet kan te dik, want anders loopt hij weer overal naartoe. Maar wel helemaal egaal dekkend. Dat is voor het mooiste resultaat. Dus zet hem even opzij. Zo. Dan pak ik mijn 2 magneten. Die heb ik hier zo. Nou, gaan wij dus een klein beetje, kan ik dat even aan jullie laten zien hier zo? Een beetje zo schuin houden. Het is een beetje af en toe zoeken naar die 2. Zo, nu hebben we hem schuin. Ja. En nu we hem schuin hebben, houden we hem boven het design. Normaal gesproken kijk ik van de onderkant en nu is het heel spannend of ik hem niet raak. Omdat ik het natuurlijk goed moet laten zien. Ik haal hem eraf en zo krijg je hele coole lijnen. Mooi. Ja, dan krijg je echt een hele duidelijke lijn in het midden. Ja, klopt. En nu wachten we natuurlijk wat lang. Normaal zit hij al in de lamp. Maar nu krijg je een hele mooie, intense lijn met een dun strookje ertussen. Nou, die hart ik even uit. Het is met cat eye wel belangrijk dat je snel de lamp ingaat. Klopt. Hè? Ja, het vloeit door magnetisme, dat vloeit weer uit. En nu werk ik ook nog eens op een magneet. Het materiaal wat ik hier heb, dat staat op een magneet. Dus die magneet trekt van de onderzijde ook een beetje van mijn product weg. Dus daarom is hij nog wat sneller weg. Op een nagel blijft het iets langer op zijn plaats.
Oké. Okay. Ik heb een vraag van Sharon. Mm-hmm. Je kunt de ketai toch ook zelf als ondergrond gebruiken? Zeker. Maar dan is hij alleen iets minder intens, Sharon. Als je echt heel duidelijk die lijnen wil zien, dan is dus die donkere ondergrond wel aan te raden. Ik heb 2 weken geleden bij medenagels gedaan. En toen had ik geen zwarte ondergezet. De rode kleur ook, dezezelfde kleur. En ook dat is al heel mooi, maar het is iets minder dramatisch. Nou, goed om te weten. Dan kan ik dat de volgende keer natuurlijk ook toepassen. En ik heb een fenne zegt. Wat heb je toch een gave nagels, Deborah? Dankjewel. En ik zag nog een opmerking. Even kijken. Ja, dat je altijd ontzettend mooie shirts draagt. Oh, nou, dankjewel. Dat is we gaan weer even kijken, want er zijn nog veel meer technieken mogelijk. Zeker. We gaan nu verder en ik heb weer eenzelfde nieuwe tip gepakt. Een zwarte ondergrond en ik pak nu de groene emerald cat eye. Die schudden we ook weer even goed natuurlijk, want het is belangrijk dat je de metaalpigmenten goed door je lak heen schudt. Zo. Dus dan pakken we weer de ondergrond. Lakken hem op dezelfde manier. Ja, ik vind die groene echt prachtig. Ja, die groene is waanzinnig. En je kan er ook zoveel mee combineren. Dat is echt bizar. Ook het mengen met elkaar, dat ga ik dadelijk laten zien. Dat is zo tof. Ook weer goed, de hele tip. Zo. En wat kan er natuurlijk nog meer met de magneten? Nou, we hebben de magneten. We hebben ze hier. Even van mijn design weg, anders is die al weg. Ik haal ze van elkaar af en ik zet ze zo op elkaar. De lengte kunnen jullie dat een beetje zien. Ja. Ja? Kunnen we ook op camera 6 heel erg goed zien, want dan zien we echt dat je ze lang vast hebt. Echt zo, in de lengte heb ik ze op elkaar gezet. Dan pak ik mijn tipje er weer bij. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd, want je zou denken dat je dan nu gewoon... Ja, nu hou ik hem boven mijn design, voorzichtig. Kunnen jullie dat misschien met de zijkant? Ja, dat kan ik laten zien. Ik ga omlaag, hou hem op zijn plek. Ja. Snel eraf. Oh, en je hebt snel op top shot. Oh, en je hebt een lekker kruis. Dat is bijzonder. Met dubbele lijnen. Nou, wat grappig. Dat is wel heel cool. Ik hard hem gelijk even uit. Zo. En in de tussentijd plak ik gelijk een nieuw tipje erop. Zo. Hop. Dat is het makkelijkste werk op deze manier. Nou, kunnen we hem zien? Het is een klein beetje verzakt omdat ik hem gestoten heb, maar toch zie je een hele mooie... Ja, dat is wel grappig. Een hele coole lijn. Ja. Heel grappig. Ik doe dit even met de rood en de groen, want dat die het makkelijkste kunnen laten. Daarmee kan ik het makkelijkst laten zien wat cat eyes doen. En ik heb een nieuwe tip gepakt. Ja. En daar pak ik weer de rood op. Dit zijn allemaal cat eyes uit de eerste collectie, hè, die je gebruikt. Ja, ja, ja. Dadelijk gaan we aan de slag met de tweede collectie. Maar we hebben nog even. Wat ik heel leuk vind, is dat ik nu allemaal mensen zie die vanavond live meekijken, die ik aan het eind van de middag ook nog heb gezien, toen ik even bij Jessica in de les ging kijken. Jessica had de cat eye, discover your cat eye, ik was even discover kwijt, discover your cat eye les vandaag. En er zaten een aantal van jullie mee te kijken. Het was echt ontzettend leuk om jullie even ook weer in het echt te zien. Dan geeft het toch altijd weer een lekkere lading, als ik jullie dan nu ook in de comments zie. Dat maar is het leuk. Is iedere keer sowieso een feestje. We gaan weer snel terug naar jou. Ja, we zijn inmiddels klaar met het lakken. En wat ga ik nu doen? Nu pak ik 2 magneten. Ik pak nog een magneet. En het is allemaal leuk, want ik heb overal metaal in mijn nagels. Daar zitten ze net zo graag aan vast. En ik pak er nog 1. En die zet ik er tegenaan. Kijk. Ja, ik heb hierover gehoord, maar ik ga er even goed bij staan. Dus ik heb nu een kluwe van magneten. Zo moet je het zien. En sommigen vinden elkaar niet leuk, dus ze laten een beetje los. Maar waar gaat het om? Het gaat om de onderzijde. Okay. Wat ik hier heb. Die rondingen. Dus ik wil die 4 rondingen hebben. Ik heb mijn tip. En wat doe ik nu? Ik hou hem er zo boven. Even goed de magneten zijn werk laten doen. Oh, ik zie al iets schimmeren eronder. En dan krijg je een hele mooie lijn. Nou, hoe bedenk je het? Ja. Het is maar echt... we gaan gelijk door, want daar zijn we nog niet. Ja? Ik ga hem niet uithorden. Ik ga hem eventjes overlakken. Ja.
Als ik alles moet uitharden, dan zijn we morgen nog bezig. Dat was de simpele variant. Barbara zegt in de comments, nog twee magneten eraan en misschien heb je dan wel een kerstster. Dat zou zomaar kunnen, je weet maar nooit. Ik heb er niet nog twee liggen, maar goed idee. We gaan maar even kijken. Ik heb hem opnieuw gelakt. Ik heb nu, waar ik net de rondingen van had, de bovenkant ervan. En nu ga ik die er tegenaan houden. Hoe je die er tegenaan, of niet er tegenaan, de bovenhouden natuurlijk, is heel willekeurig. Laat de magneten hun werk doen. En dan krijg je hem de andere kant op. Oh ja. Met dubbele lijnen. Grappig. Ja, je kan alle kanten op, alle varianten. Je kunt hem ook nog op deze manier beet houden. Oké. Okay. Als een soort hamburger. Ja, inderdaad. Ja. Nou, die leg ik er even in. Een tipje erbij. Een tipje. En op die manier is daar natuurlijk heel veel mogelijk. Want wanneer je die magneten echt in een soort niet nette kluwen maakt, dan wordt het zometeen een heel ander design. En dat wil ik je nu laten zien. Maar het is altijd even zoeken naar hoe je magneet op de juiste stand in elkaar vouwt. Dat was bij mij ook even in het begin even zoeken, want ze doen hun eigen leven leiden. Ja, en ik krijg toevallig een vraag van Marianne Agelink. Wanneer zijn er weer magneten te bestellen? Nou, goed nieuws, die zijn vandaag binnengekomen. Dus vanaf morgen zijn ze gewoon weer te bestellen. Dan weet je dat in ieder geval. En ik ben wel heel benieuwd wat die hele kluwe van magneten nou eigenlijk gaat doen. Ja, nou, ik hoop dat die meewerkt met mij. Want het is altijd een beetje spannend als je in een live show natuurlijk aan het werk bent. Dan doet het altijd nooit zo goed als wat je wil. Maar we lakken opnieuw een tip. En ik heb gewoon even de grond gepakt voor het beste resultaat. Dus kijk maar even mee. Die lakken we. Zo. En dan houden we hem even zo erboven. Jij wil niet helemaal wat ik doe. Oh, ik zie al iets gebeuren. Kijk. Cool. Krijg je weer een heel ander effect. Weer heel anders. Het is net hoe je ze erop houdt, hoe die hem pakt. En zo kun je dus ook hele leuke ondergronden maken met de galaxies of met nou ja, wat je mooi vindt op de nagels bij klanten. En je kunt hierin nog een cirkel maken met een andere cat-eye kleur die je leuk vindt of een andere ondergrond. Je kan alle kanten op. Dat is echt heel gaaf. Dus die harden we ook nog even uit. Patricia vraagt, hoe doe je dit nu bij een klant? Laat je de klant haar nagel plat op de tafel leggen? Hoe kun je dat beste aanpakken? Nou, ik zou hem toch wel gewoon even goed vasthouden. Kan ik misschien even laten zien met de topshot? Als zeg maar dit het vinger is, zou ik hem toch gewoon even goed vasthouden, de vinger. En ik zou wel je lamp, ik weet niet waar je die hebt staan, maar wat dichterbij zetten. Dus dan ben je hem aan het uitharden. Ik haal even één magneet af. Dus je bent dit aan het magnetiseren. En dan meteen bij je lamp al dat je het erin kan leggen. Dus ik heb mijn lamp hier staan. Je vinger er vlakbij. Lamp al aanzetten en dan kan je de hand van de klant zo ervoor zetten. Want anders heb je kans dat wanneer je moet sowieso vinger per vinger doen. Maar anders heb je kans dat wanneer jij je magneet ervan afhaalt, dat je dan je design dat uit gaat lopen. En sowieso wanneer je je magneet er te langzaam afhaalt, trek je je design weer weg. Dus je moet vrij vlot zijn met je magneet van je design afhalen. Doe je dat te langzaam, dan wordt het een soort, ik kan het wel even laten zien eigenlijk. Dat zal ik je laten zien hoe ik dat bedoel. En dat is vooral een mooi voorbeeld met de topcoat. Ja, want ik had ook iemand die stelde de vraag over de cat-eye topgel. Mm-hmm. Die had moeite om dat effect ook in de cat-eye topgel te doen. Dus het is handig dat je dat even laat zien. Ja, snap ik. Die cat-eye topgel werkt ongelooflijk snel. Dat kun je eigenlijk zo al zien. Als ik hem zo, kijk, je ziet dat hier een magneet onder zit. Dus hij trekt hem hier al een beetje weg. Kunnen jullie dat zien? Ja, hè? Maar die breng ik even terug, die kleur. Zo. Dan pak ik nog even een magneet. En ik denk dat met dat kruis wel makkelijk te zien is. Nu doe ik dat kruis erin brengen. En breng ik hem nu heel langzaam ervan af. Trek ik hem weg. Zie je? Ja. Dan hou ik hem erop. En heel snel en dan blijft hij zitten. Dat gaat ook wel, maar dan heb je meer secondes. Doe dat nog een keertje alsjeblieft. Want we zagen het eigenlijk. Het gaat echt heel snel. Nu doe ik het zo. Doe ik het heel langzaam. Trekt hij hem gelijk weg. Ja.
hou ik hem vast. Dan ben ik heel snel weg, dan heb je nog iets meer de speling. Ja, en je moet het gewoon samen met je klant doen. Dus ik trek weg, jij gaat de lamp in. Samenwerken, ja. Nu, ja, je moet die lamp aanzetten van tevoren. En dan zet je hem op even 1,5 minuut of iets. Want je doet het toch per vinger. En dan kun je niet zien, ik zal hem gelijk uitharden. Dan is hij dadelijk wel gewoon strak. Ik ga nu die, dat kruis erin maken. Dan komt hij. Oh. Oh, tuurlijk. Nou, dat was even een alarmpje. Dus eigenlijk heb je nu hier de hand van je klant. Dan breng je hem naar de lamp. La 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 la. Even strak maken. Het is een beetje onhandig. Kijk, een hand van een klant werkt iets sneller dan mijn Colourpop hier. Dus ik haal hem er nu gelijk om en ik hoop dat hij hem gelijk pakt om het jullie te laten zien. Nou, Liek zegt, je eigenaren zijn ook echt weer epic, Deborah. Nou, dank jullie wel. En Kirsten zegt, jou, je kreeg wel een super gave ombre zo. Ja, dat wel, ja. Nou, hij is iets weggelopen, maar hij is ook wel, is ook wel tof eigenlijk om te zien. Maar kijk, zo zie je, je moet gewoon spelen. Kijken hoe het resultaat is. Dus ook cool. Cool. Drie vlak. Het is een beetje een soort bliksemschijf. Ja, het is wel apart. Maar zo kom je op allerlei nieuwe dingen. Zo ben ik ook gewoon aan het rommelen gegaan. En ik kan jullie wat laten zien hier zo. Ik heb deze. En ze zijn allemaal leuk. Kijk. Ja, super cool. Pluis. Dit zijn vier magneten. Ja. Twee magneten. Dit zijn er ook twee. Die kan ik nog wel even laten zien. Dat is heel cool om te zien. Ja, leuk. Die kleur, dat heb ik gemaakt doordat ik de top gel, de Cat Eye top gel, gemengd heb met de gele glasgel. Dus ik heb hem niet overheen gelakt, maar ik heb hem ermee gemengd. Ik heb ze door elkaar heen geroerd. Ik zie een comment van Kale Pietje met een hartje. Ik ben super trots op jou. Ik dacht, die moet ik even doorzetten naar je. Nou, dat is altijd lief. Ik zal hem even laten zien. Zo. Ik heb hier de gele glasgel. De topgel. Zo, kun je dat zien? Ik zal hem even hieronder doen. En dan nemen we... Je moet ook de hele nagel lakken, hè? Dus je hebt wel wat nodig. Zo. Ja. Dan nemen we de dotting tool. En dan roeren we hem even door elkaar heen. Zo vind ik de kleur zelf mooier dan dat ik hem vind als je de geel eroverheen lakt. Ja, het wordt gewoon een beetje... Goudachtig. Ja. Ja. Zo. Ik zal even een tipje pakken. Ik schuif hem even aan de kant. Zo. Mijn tipje. Hoppatee. Nu pak ik wel gewoon het kwastje van de zilver. Je moet hem alleen dadelijk even goed afvegen. We lakken de tip. Zo. Kijk, zo krijg je best wel een mooie gouden kleur. Ja, cool. Dat is mooier dan wanneer je hem eroverheen lakt. Plus wanneer ik nu de magneet naar één punt breng, dan blijft alleen dat deel goud. Lak ik hem eroverheen, dan wordt het hele deel goud. Of geel. Zo. Dan pakken we... Toch vind ik hem zo ook heel mooi, ja, maar hoor, zonder die effect. Topcoat, want het is een soort iriciderende magie. De topcoat is prachtig. Die is erg mooi. Dan hebben we twee magneten. Hij is eigenlijk heel erg mooi. En die brengen we zo naar elkaar toe. En dan ga je een beetje de hoogte in. Dan krijg je de hele mooie cirkel erin. Dan krijg je echt zo'n oog. Ja, cool hè. Maar bij dit is het natuurlijk wel echt ook snel eraf halen. Doe ik dat te langzaam? Dus ik zal het nu heel langzaam doen. Dan wordt het... is ook leuk, maar het is wat anders. Ja, het is wel leuk, ja. Ik krijg hier een vraag van Caroline. Hi Caroline. Ik heb de Cat Eye Top Gel. Mm-hmm. Kan er een hele mooie swirl in maken. In het midden is het prachtig, maar aan de zijkanten, bij de nagelriem, heb ik vaak toch een soort van grijze waas. Hoe kan dat? Nou, hoe dat komt, is omdat wat magnetisch is, dat zijn metaaldeeltjes die in de topgel zitten. En die metaaldeeltjes zijn natuurlijk een beetje grijs van kleur. En daardoor zie je die waas. Maar heb jij misschien tips en tricks, Deborah, daarover?
Nou, over de Waas is een beetje lastig, want eigenlijk wel een goeie. Doe hem één keer even voorbewerken met je magneet, dan ben je dat kwijt. Niet dat je hem, dat hij een beetje uitvloeit, maar wel die kleur. Dus kijk even mee naar wat ik nu laat zien, aan de tip. Als je hem zeg maar gelakt hebt en je brengt dan een streep aan, ik noem maar even iets. Dan kan die hier best wel blurry worden. Maar als je hem gelakt hebt en je doet hem eerst heel eventjes met je magneet, dan ben je dat kwijt. Want dan heeft hij zijn magneetdeeltjes ook naar elkaar toegebracht. En als je dan die streep erop zet, dan blijft hij mooi in één lijn. En dan houdt hij ook mooi de kleur beter. Dus dan loopt er geen grijs effect uit. Snap je hoe ik dat bedoel? Nou, nog één keertje nog van mij, alsjeblieft. Ja. Laat het gewoon even zien. Dus misschien nog makkelijker. Ja. Toch? Dat laten we gewoon zien. Ik lak deze. Nou, zie je natuurlijk, zit wat geel overheen, maar het gaat even om het idee. Als ik nu die lijn erin zet, dan kan je bij enkel de zilver, als die gaat uitlopen, hier zo dat wat grijs wordt. Ja. Maar als je hem gelakt hebt, dus dat zal ik dan nog even laten zien. Zo, met je magneet eventjes het overheen gaat, dan wordt hij al anders. Dan trekt hij al die magneetpuntjes al naar elkaar toe. Mm-hmm. En wanneer je hem er dan inzet, dan heb je dat niet meer. Nou, dat is inderdaad, je ziet veel minder. Nou, wat, hoe kom je dan? Oké. Nou, ik vind het helemaal... Ja, dat is een goede tip. Maar hoe bedenk je nou zoiets? Geen idee. Geen idee. Jij moet gewoon oefenen. Het is spelen met je magneten. Daar ben ik ook op 4 inderdaad. Misschien wel met 10. Ik heb geen idee. Misschien is de nagel iets te klein voor, maar het kan. Dus het is gewoon spelen met je magneten. Er kan zo ontzettend veel mee. Want je kunt ook met twee rechthoekige magneten ook een swirl maken. Dat kan. Dus als je nou een magneet hebt zonder die rondjes aan de onderzijde, dan kun je het ook met deze doen. En dat is door de magneet zo op elkaar te zetten. Op deze manier krijg je ook die swirl erin. Maar hoe doe je dat dan? Dat zal ik nog even tonen. We hebben hier nog steeds de onuitgeharde zilver liggen. Dit is wel handig, want je kunt op één nagel gewoon talloze verschillende modellen laten zien. Precies, dus dat zullen we dan ook even doen. En dan ga ik hem er tegenaan houden. Ja. Dichtbij. Ja. En los. Kijk, heb je ook een swirl. Nou, ik val van de ene verbazing in de andere verbazing. Dus mocht je nou deze niet hebben, dat kan. Als je die niet hebt, dan wil ik hem even wegbrengen, zo. Dan zet je hem zo op elkaar. Ja. Dan hou je hem erboven. En dan krijg je ook een swirl. Ja, en ook weer net iets andere swirl, ja, hè? Ja, die andere kun je natuurlijk zo diep maken als je zelf wilt, hè? Want als je deze hebt, kun je natuurlijk helemaal zo doen. Dat kan. Ja. En maar met dit, kijk, je moet roeien met, dus heb je nou gewoon niet die ronde magneten onderzijde, dan kun je hem ook gewoon zo doen. En je kunt hem een beetje draaien, dan krijg je ook wel wat meer beweging erin. Kunnen jullie dat zien? Kijk. Ja. Nou, wat grappig. Dus er zijn zoveel mogelijkheden die daar mee kunnen. Ja, en je gaat nu zo direct ook nog echt allemaal nailarten mee maken. Ja, hè? Dat gaan we nu doen. Tenminste, of jij moet nog iets leuks hebben. Nou, ik heb een opmerking van Kirsten. Mm-hmm. Ik heb gelijk inspiratie. Als ik nou ruby en emerald door elkaar heen meng, dan wordt dat dan een soort bruin. Heb je dat al eens geprobeerd? Nee, dat wordt gewoon roze. Dat ruby en emerald? Wordt dat wordt ruby en emerald. Dat is de... Ruby. Oh nee, dat is de garnet. Wacht even. Welke is de... Emerald is de groen. Nee, dat wordt het niet. Dat ga ik dadelijk laten zien, die twee door elkaar heen. Morgen. Oké, dit was even niet geschript natuurlijk. Hè. We scripten sowieso niet zoveel. Ik was eventjes van de leg, sorry. Ik ga nog even kijken. Het gaat wat over huiswerk dat mensen aan het maken zijn voor de workshop van Mirjam Zwart. Veel succes daar natuurlijk mee. Danielle Ubink, jij zegt zo, op de valrit mijn bestelling nog geplaatst, nu NTL en Zen. Even kijken, goede tip, zegt Kirsten. Ik ga... Gebruik je de cat eye top over de gewone cat eye? En gebruik je dan bij de cat eye top dan nog een keer de magneet, vraagt Teuntje zich af. Maar is niet nodig, hè? Nee, zeker niet. En ik zou ook over de cat eye niet de cat eye top doen. Dan ben je heel je kleur kwijt. Want die zilver die dekt best wel de boel af. Dat zou ik niet doen, nee. En Lisette, hi Lisette, jij hebt ook een vraag. Hoe zou jij een set op deze manier plaatsen?
allemaal de magneet op dezelfde manier, of bijvoorbeeld op elke nagel een andere manier, inlay of geen inlay? Inlay sowieso. Maar dat is als je een French nagel maakt, vind ik zelf. Ik heb zelf in mijn nagels ook cat eye zitten. We zitten er wel al een poosje op, maar het zit er wel in. Misschien kan ik dat even laten zien. Dus een beetje met 3D. Maar hier zit ook de cat eye in. In deze. Dus dat kan natuurlijk ook. En dan heb ik hier weer pigment en hier zit cat eye. Dus als inlay kan het prima. Met een hele set zou ik alle 10 denk ik niet doen. Maar en ook zeker niet alle 10 dan allemaal verschillend. Dat wordt het echt een beetje kermis. Maar ik zou het wel in de middelste 2 vingers en dan eromheen met mooi rood. Of gewoon de kleur van de cat eye die je hebt gebruiken. Dat is natuurlijk super mooi. Dus je maakt de hele set met de cat eye die je hebt. Alleen doe je deze 2, doe je de magneet gebruiken en die gewoon de originele kleur behouden. Dat is ook super gaaf. En ik zie een opmerking ook nog van Wendy Maria Achenaar. Hi Wendy. Het loopt echt wel snel weg. Ja, het loopt inderdaad snel weg. Je moet snel werken om dat effect goed te krijgen. En Wendy heeft iets wat we allemaal wel herkennen. Dat zijn van die klanten die dan kijken. Eerst, je hebt het gedaan, en dan eerst een half uurtje gaan kijken. Oh, wat een leuk effect is dit. Wat een leuk effect. Oh, wat is het leuk. Oh, wat is het leuk. Oh, wat is het leuk. En dan in de lamp gaan. Ja, dan is het effect weg. Ja. Maar ja, ze hebben er in ieder geval dan wel een paar seconden van kunnen genieten. Dat is dan de straf, hè? Want je moet natuurlijk niet zo naar je nagels laten kijken. Maar goed, die ergernis kennen we allemaal. Je voelt hem, ik voel hem ook. Even kijken. Caroline zegt, 24 minuten bezig en nu al zoveel goede tips. Wat een mogelijkheden, gaaf. En even kijken. Priscilla, jij vraagt, ik heb een cat eye roze met blauwe gitten. En als je die uit de lamp haalt, is het hele effect weg van de magneet. Hoe zou dit kunnen? Ook is het effect minimaal niet zo duidelijk als we het hier in de workshop zien. Nou ja, dat ligt misschien aan het type cat eye gel polish wat je aan het gebruiken bent. Ja, en aan de kracht van de magneet. En de kracht van de magneet, want je hebt verschillende sterktes in magneten ook. Cora zegt, het ziet er bij jou zo makkelijk uit, maar ik vind het lastig met de cat eye diamond. Heb je tips zodat dit ook lukt bij mij? De grijze is dat. De cat eye grijs, die heeft wat meer kracht nodig. Die moet je er wat langer boven houden. En dan ook zo laag mogelijk. Dus wat ik dan echt doe, dus ik pak de hand van mijn klant en ik hou de magneet. Ik zal hem even pakken. Eentje graag. Dit is de hand van mijn klant. En ik kijk echt zo. Maar dan hou ik hem er gewoon eventjes 10 seconden, 15 seconden boven. En dan trekt hij hem wel naar het punt. Maar het duurt wat langer. Die kleur heeft gewoon iets meer kracht nodig om hem goed omhoog te trekken. Dus dat klopt. En ik zie ook nog een vraag van Elvira. Ik ben tegelijkertijd aan het nagelen, zo van sorry als ik het gemist heb. Maar kun je ook de top gel cat eye mengen met glas en dan zo komisch of komisch maken, denk ik dat je bedoelt. Ja, dat kan. Dat heeft Deborah net laten zien. Je kunt gewoon de glas mengen door je cat eye top gel en dan krijg je dus verschillende kleuren. En dan kun je hem ook gewoon gebruiken. Je kunt ook natuurlijk de glas gel polish over de cat eye heen zetten. En er zijn wat storingen in groepen, want ik hoor net van Jessica dat er trainers zijn die willen reageren, maar het lukt op het moment niet. Nou, ik hoop dat het straks wel lukt. Ja. Eerst even kijken. En de reacties lopen ook achter, zegt Kirsten. Ja. Hey. We moeten maar roeien met de riemen die we hebben. En de riemen die we hebben zijn magneten vanavond. En heel veel magneten bij jou op tafel, hè Deborah? Een heleboel, ja. Ik denk, ik neem gewoon de hele bubs mee. Alles wat ik heb, leg gewoon neer. Huppatee. Lekker aan de slag. Maar we gaan verder met het volgende design. En ik heb wederom een tipje klaargezet. Dus kijk maar weer mee. Iemand had het er net over het mengen van de Emerald en Ruby. Dus dat gaan we nu doen. En dat wordt zeker geen bruin. Dus we nemen een drup emerald. Misschien kun je het palet even onder de topview leggen. Topview? Ja. Zo. En een drup ruby. Zo. Dan nemen we gewoon weer eventjes de dotting tool. Ja. En dan mengen we hem. Je ziet dat er een beetje goud doorheen komt. Misschien lijkt het op beeld wel bruin. Dat kan ik niet helemaal zien hoe dat bij jullie daar is. Het is een beetje bronzig. Ja, het wordt een hele mooie kleur dadelijk. Het maakt niet uit met welk kwastje je hem lakt. Want je moet hem toch schoonmaken. Ik heb nu de ruby gepakt. En zo. Wat je hoort klikken, dat zijn steeds de magneten. Zo, kijk, dat is echt een hele mooie kleur. Ja, echt een beetje brons. Ja, absoluut. Het is echt heel mooi. Lak de hele nagel. Het is belangrijk dat je met dit altijd echt de hele nagel lakt.
En niet een stuk, want dan krijg je echt lijnen erin. En dat is helemaal niet mooi. Nu pakken we de ronding van het magneet. En vanaf de zijkant brengen we deze zo ver als we kunnen naar achter. Dus we willen eigenlijk een opening krijgen aan één zijkant. Aan welke kant maakt niet uit, maar ik wil hem aan deze kant. Misschien nog ietsje verder. Zo. Ja, toch is het ook heel gaaf. Ja, dit is ook wel tof. Maar dit harden we even uit. Ik doe al even 30 seconden. Kirsten, die zegt ook meteen, oh, vet in combi met de inner warmth. Ja, ik zie het ook al helemaal voor me. Het is toch leuk, hè? Wij als naaktstudenten zijn zo visueel ingesteld. We zien meteen, oh, die kleurcombinatie, die combinatie, die combinatie. Dat is volgens mij echt een nagelstyliste afwijking of tik. Het is een kwaal. Teuntje vraagt, wanneer gebruik je de cat eye top? Nou, de cat eye top kun je over alle kleuren heen zetten om een cat eye effect te geven. Maar cat eye top is natuurlijk wel zilver. Dus ik zou altijd aanraden om die bij de wat koelere kleuren te gebruiken. Je kunt hem natuurlijk ook op zwart zetten. Dan heb je een heel duidelijk zilveren cat eye effect. Ja, daarin. Mits je hem mengt met de glasgel. Hè? Dan kun Behalve je wel als bij je warm, hem mengt met glasgel, zoals we eerder vanavond hebben gedaan. Zo. Hij is klaar. We gaan voor een tweede laagje. Ik heb nu een nieuw mixje gemaakt en ik heb er iets meer emerald bij gedaan. Ja. En ik pak gewoon hetzelfde kwastje om ermee te lakken. Zo. En wat ga ik nu doen? Ja. Ik ga in mijn cirkel. Ja. Een soort half cirkeltje als het ware aanbrengen. Ik raak niet helemaal de rand. Ik hou een beetje ruimte over. Ja. Zo. Misschien haal ik er nog iets af, een klein beetje. Zo. Ik pak wederom de magneet. En die hou ik er weer in. Dan nou, vet. Krijg je een extra lijn. Je kunt hem ook iets breder houden. Moet ik hem iets terugbrengen. Zo, ik heb hem zo ver weggebracht dat hij denkt, nou, ik vind het goed. Zo, iets meer aan de onderkant. Die harde week ook weer even uit. Het lijkt gewoon wel een agaatgeode die je daar tevoorschijn tovert. Ja, het is een heel leuke combinatie. Dus ik ga nu ook weer een klein beetje extra rood erbij aanbrengen. Zo. Julia voor Objeva reageert en zij zegt, I love cat eye. Ja. En voordat je verder gaat, ik zie nog een opmerking van Natasja van den Bos. Hi Natas, ik heb ruby met sapphire gemengd. Dan krijg je een hele vette violetpaars met een dubbele kleurlijn erin. De cat eyes zijn echt prachtig. Nou, ik begin ook helemaal, ik word helemaal en we zijn nog maar aan het begin van de avond. Ja. Even kijken, ik had nog een vraag, maar die ben ik eventjes kwijt. Er komen zoveel comments binnen. We hebben 214 kijkers op het moment. Dat is, heel leuk. Heel erg leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Zeker. Dus ik kan eindelijk... Oh, Cerise zegt, jee, ik kan eindelijk een opmerking plaatsen. Hi Cerise. Zo vaak volledig uitgeschakeld die opmerking. Hoi allemaal, Deborah, hoe cool is dit? Ja, nou, we gaan terug naar Deborah, want het is heel cool. Ja, heel cool. We gaan verder. Ik ga nog een keer een cirkeltje aanbrengen. Omdat het natuurlijk daar nog weer donker was. En ik heb nu wat meer rood gepakt, wederom. Dus dan kun je het zien, dat het gelijk weer een andere kleur wordt. Een soort van gelijk met de buitenzijde. En daar breng ik ook zo naar het eind. En nu pak ik weer mijn cirkelmagneet. Je moet iets dichterbij houden. En dan krijg je hem echt laag. Ja. Ik denk dat je zo zelfs rozen zou kunnen maken. Ja, je kan allerlei kanten op. Het is zo tof. Je moet gewoon eens spelen met je magneet. Ah. Ik heb nog een vraag van Fenne. Kun je cat eyes ook mengen met gewone gel lak? Of valt dan het gehele effect weg? Nou, ik zou daar een beetje voorzichtig mee zijn. Want normale gel lak dekt natuurlijk heel erg goed. Dat is een van de vereisten voor een gel polish, dat hij goed dekt. Het nadeel van pigment is dat dat over die cat eye magneeldeeltjes kan komen te liggen. Dus je moet dan echt even zoeken naar de juiste mengverhouding. Alles kan, maar het is altijd zoeken naar wat is dan de juiste verhouding. En is dat effect dan nog wel sterk genoeg? Of wordt het toch een beetje gecamoufleerd door het pigment wat in de basis gel polish zit?
transparante kleuren daarmee mengen. Dat kan heel goed, zoals Deborah heeft laten zien, glass gel polishes lenen zich daar uitstekend voor. Maar bijvoorbeeld ook de color concentrates. Die hebben heel veel intens pigment in zich, maar zijn wel transparant. Dus dekken niet die metaaldeeltjes weg, die juist dat mooie cat-eye effect geven. En zo is het constant spelen en spelen. Waar ben je nu klaar voor? Ik ga hem even aflakken, dan kun je het eindresultaat zien. Want dat is natuurlijk wel mooi. Dan krijg je een beetje meer diepte met de topgel eroverheen. Ik heb gewoon een supreme finish. En dat is wel. Ja, Kirsten, ik ben het helemaal met je eens. Kirsten zegt, ik zie ineens een power oog voor me. Zwart gat, galaxy, mogelijkheden zijn eindeloos. Ja, helemaal mee eens. Ja, en het mengen van de kleuren is ook gewoon zo mooi. En je ziet, wanneer je iets meer rood pakt, wordt die zo intenser. En wanneer je er iets meer groen bij doet, komt het groene weer wat intenser omhoog. Dus je kan echt zoveel combinaties maken. Ik laat er zo ook wat zien. Dit is nu het eindresultaat van deze. Ja, Grayson zegt ook, het lijkt wel 3D. Ja, klopt. Maar dat is ook zo. En Elvira heeft een vraag. Zou je de Cat Eye Top Gel mengen met een Cat Eye Chroompoeder? Ik weet niet of dat kan. Nee. Dat durf ik je niet te beantwoorden. Sorry. Kan ik je niet beantwoorden. Nee. Jij hebt nog verschillende... Oh, een belangrijke vraag ook van... vragen jullie extra voor Cat Eye in de salon? Zo ja, hoeveel dan? En natuurlijk, Deborah, doe jij jouw nagels zelf? Ja, ik doe mijn nagels zeker zelf. En ik vraag extra 5 euro, want je hebt toch een extra handeling, kost meer tijd. Niet heel veel, dus vandaar de 5 euro. Het is gewoon net even een extraatje wat mensen krijgen. Het is toch ook een vrij dure lak. Je hebt een magneet extra nodig, dus mag ook best wel extra tegenover staan. Hoeft niet extreem veel, maar toch een beetje. Want anders krijg je alles voor niks en zo werkt dat natuurlijk niet. Dus, ja. Nou, het eindresultaat, had je dat nog voor ons? Ja, natuurlijk. Dat had ik net een beetje laten zien. En de verschillende variaties? Deze is nu klaar met de topcoat. En je ziet hem ook omhoog, diepteverschillen. Ja. Dat is gewoon zo tof. Ik vind het echt heel cool zo. Dat had ik nou nooit zelf bedacht. Ik heb hem hier nog ronder. En ook iets andere kleuren weer. Het lijken wel planeten. Verscholen achter elkaar. Ja, toen kwam ik er ook op om dat ermee ook te doen. Weet je, waar het mij aan doet denken aan Total Recall? Die film met Arnold Schwarzenegger, als hij dan op Mars is. Dat weet ik niet dan meer. Heb je die, dat was nee. Heel jong. Oh ja. Dat is lang geleden. Oké, okay. Nou ja, duidelijk. Ja, wat heb ik bij deze gedaan? Ik heb eerst een cirkel gemaakt met rood eronder. En daarna heb ik hem gelakt helemaal met groen eroverheen. En toen een cirkel gemaakt erin. Maar een cirkel maken kan ik daar ook nog even laten zien hoe ik dat doe. Met 2 magneten naar elkaar toe brengen. Zo heb ik de binnenste cirkel gemaakt en daarna heb ik overheen gelakt met groen. En toen met de ronde magneet de cirkel vanuit het midden naar buiten gebracht. Dat heb ik met deze gedaan. Ook met deze, maar dan precies andersom. En je ziet het rood is veel intenser van kleur. Dus die pakt veel eerder het groen over dan andersom. Deze zie je heel goed het verschil met rood in het midden. Groen naar buiten. Hier zit ook groen in het midden. Maar daar is de rood zo intens overheen. Sharon zegt in de comments, het lijkt wel een avocado. Een avocado? Ja. Oh, ja. Ja. Dat is maar waar je aan denkt. Ja. Ik hou van avocado. Ik dus zag het goed niet, van je hand erin. Misschien eet ik ze te weinig. Ik heb hem hier met heel veel cirkeltjes gemaakt. Dat is echt ook heel leuk. En wat heb ik nou bij die gedaan? Die kleinste, dat is natuurlijk lastig. Maar ik heb de achterkant genomen van mijn ombrepenseel. En dat is een klikom. En wat zit er in een klikom? Een magneet. Dus ik heb met mijn achterkant van mijn penseel dat hele kleine rondje zo gemaakt. En natuurlijk kun je met ieder penseel, want ook de Detailer 3 is een klikom. Dus kun je dat een beetje zien? Ja. Je kan niet verder omlaag, dus... Maar dat is ook een magneet. Dus hoe kleiner je penseel als klikon, hoe kleiner je kunt gaan met een rondje. Want je kunt deze prima gebruiken als, ook als een magneet. Dat is hartstikke tof om te doen. Ja, cool. Zo, die zetten we even weg. En dan gaan we denk ik verder met het volgende design, Pepijn. Ja, maar voordat we dat gaan doen, ga ik even naar de comments. Chantal Balanta zegt, niemand die mijn vraag weet. Nou, de houder waar Deborah op werkt, dat is een houder speciaal voor nail art tips. Die kun je daarop vastzetten en dan heb je handen vrij tijdens het nail arten. Misschien kun je die even laten zien op camera 6, Deborah. Ja, zal ik deze even afhalen? Ja, kijk, dit is de houder en er zit Prit Buddy op, zodat je daarin de tip kan plakken. Ja, en dit kan er ook... Wacht, dat is met die. Ja, en die dit kun je ervan afklikken. En dan kun je hem zo onder de lamp zetten, want dit in zich heel, dat past niet.
Maar dan kun je hem wel zo zetten en hij blijft ook gewoon staan. Dat is echt heel handig. En ik plak ook nooit de tip zo. Want dan komt al die pritten aan de zijkant uit. Dat kun je zien. Mm-hmm. Dus ik plak hem er zo op. Ja, super handig. Dan kun je ook veel makkelijker schilderen. En Chantal had ook een vraag over dat jij wil eigenlijk nagels lakken en decoreren voordat je ze op je handen plaatst. Nou ja, dat daar, ja, nee. Er bestaan full cover tips waar je dat misschien mee zou kunnen doen. Alleen die hebben wij niet en daar zijn wij niet zo heel erg mee bezig. Maar dat zou misschien kunnen. Maar dat is bij dit model wat ik heb onmogelijk. Ja, dat is, dus bij jouw nagels is dat volstrekt onmogelijk. Nee. Met zo'n technische nagel, nee. Met al die hoeken erin, zoals Deborah die op haar handen draagt, die moet je echt maken. Dan moet je echt met het product op je nagels werken. Ja. Moet je natuurlijk wel even een goede opleiding voor volgen. Ik heb hier een hele goede van Lisette. Wendy, let op. Wendy zit vanavond trouwens achter de schermen en die zit te schakelen. Omdat Wendy wat meer ook deze dingen met mij in de avonden gaat doen. En Lisette, jij zegt, een vraag in het algemeen, ik lees hem even voor. Is het een idee dat jullie een live of workshop hebben gedaan, dat jullie dan een topic in de groep zetten en dat iedereen hun versie eronder kan zetten en tips en tricks van jullie kunnen krijgen? Lijkt me een fijne manier om dingen te leren en te verbeteren. Dat vind ik een hele goeie van je. Er zijn ook al 4 mensen die hebben er een hartje op gezet. Ik denk dat we daar even morgen over moeten hebben. Even een notitie maken hoe we dat kunnen doen. Want dat brengt mij natuurlijk op. Nou, dat is een goed idee, zegt Gemma. Nou, ja, ik vind het ook een goed idee. Dat brengt mij natuurlijk op het feit dat je ook bij deze e-workshop vanavond weer een certificaat kunt verdienen. Maar je kunt dat certificaat verdienen als je huiswerk maakt. En wat is het huiswerk wat je dit keer moet maken? Maak 6 varianten op een cat-eye design. Gebruik verschillende kleurcombinaties en verschillende magneettechnieken. En je mag dat doen op colorpops of op echte nagels. Dus op klanten of op colorpops. En maak daar natuurlijk dan een foto van. Dus 6 variaties met verschillende kleuren en verschillend magneetgebruik. Wat moet je dan doen? Kijk mee. Dan heb je 2 weken de tijd om je huiswerk in te sturen. Stuur je huiswerk via de mail in naar info@nailtalklife.com. En als je dat niet hebt gedaan, dan krijg je geen certificaat. Zorg ervoor dat je daar dan wel je adresgegevens, je naam, je salonnaam, etcetera, aan toevoegt. En plaats de foto's dan graag ook in de Nail Talk Live groep. Uiteraard hebben we ook nog een prijswinnaar van de challenge van vandaag, maar daar komen we zo direct nog over te praten. Dus dat zijn de dingen die je moet doen om dit keer jouw e-certificaat te krijgen. Nou, dat is vandaag, dat heb ik dan alvast gemeld. En dan gaan we naar een design. Ja. Want we hebben tot nu toe effecten gezien eigenlijk. Effecten die je met die magneet kunt creëren. Nu gaan we kijken wat voor designs kun je daarmee maken. Ja, zeker. Ik heb de tip klaargezet en ik ben daarvan fan van de kleur Emerald. Dat is echt wel een van mijn favo's. En die ga ik weer lakken over de totale nagel. Zoals daarnet eigenlijk, dat kunnen jullie gelijk mee meedoen. Als je aan het meedoen bent. Zo. Hoppa. Zo. Dan pak ik eventjes magneet. Ja, ook even een beetje zo er tegenaan. En dan breng ik hem hier naar de zijkant. Maar ik wil hem ook een beetje hier weg hebben. Dus ik ga met mijn andere magneet omhoog duwen. En naar de zijkant. Zo. Dan heb je dit effect. Mm-hmm. En dit harden we uit. Zo. Dan ga ik vast op mijn palet wat kleuren mengen. En moet ik even kijken. Waar heb ik hem hier zo? Ik zorg er even voor dat de camera op jouw palet, als je het palet ietsjes meer naar mij toe doet. Zo? Ja, dan ligt hij daar goed in beeld op bij deze camera. Ja, oké. Alright. Ik heb op mijn palet. Ik pak de kleur Apple Martini. Die leg ik neer. Zo. Dan nemen we een beetje van de nieuwe gel polish de Jade. Ik moet hem even schudden. Jade. Leg hem er maar op. Mm-hmm. We pakken de Black is Black. Niet te veel, want anders wordt ze overheersend. Zo.
We nemen een beetje white is white. Zo. En dit pakketje gaan we lichtjes... Marmeren eigenlijk. Marmeren, ja. Hadden we het toevallig net over, hè? Iets met marmeren. Zo. Hoeft niet te veel. De tip is nu uit de lamp. En ik heb hier het design. Nu pak ik met mijn ombrepenseel wat product op. En ga ik langs de lijnen van design. Ik ga er natuurlijk er niet helemaal overheen. Wel een stukje, dat is prima. Maar je wil nog wel de highlights van je cat eye zien. Je moet een beetje in het midden blijven. Oh, excuus. Ja. Leuk. Zo, dan pakken we nog wat, want we hebben hier nog een kant. Laat ook iets van het zwart over natuurlijk. Ik vind die dieptes erg mooi, dus ik ga hem niet helemaal tot aan de cat eye zetten. Zo. En deze harden we even uit. Doe dit wat langer, doe dit wel even 1,5 minuut, want het is best wel een dikke laag. En we willen niet dat hij er gerimpeld uitkomt natuurlijk, dat is heel gek. En nu moeten we heel even wachten, 1,5 minuut. Dus Pepijn, heb jij nog iets leuks te vertellen? Ja, Teuntje die zegt, ik kan niet wachten om in februari te starten met de opleiding. Nou, heel veel plezier Teuntje. Echt, toen ik 20 jaar geleden begon met het vak nagelstyling, had ik nooit verwacht dat ik 20 jaar later er nog mee bezig zou zijn. Maar het is zo'n ontzettend mooi en leuk en dankbaar vak, dat ik weet zeker dat je ervan zult genieten. Als je nou eens een keertje hebt dat je denkt bij jezelf, oh, het is toch lastiger dan ik dacht, gewoon doorzetten. En uiteindelijk komt het allemaal goed, want het is gewoon het allermooiste vak wat er is. En dan ook nog het leukste met al die glitters en leuke cat eye en magneten. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog magneten leuk zou gaan vinden. Maar oké, dat is iets anders. Was ook met stempels, toch? Hè? Dat was ook met stempels. Ja, dat was ook met stempels inderdaad. Ja, dat had ik ook. Dat was ook nieuw voor me. Maar ik ga het even kijken. Doe je dat niet nat in nat, dat marmeren? Marmeren in nat is toch een lopender effect, vraagt Jet zich af. Ja, maar dat kan niet omdat ik er een cat eye onder heb. Dus al zou ik nu dat natte over mijn cat eye doen, heb ik de cat eye lijn niet meer. Dus de marmer zelf is wel nat, maar de ondergrond is droog. Maar zometeen ga je het effect zien dat hij wel gewoon heel mooi uitkomt te zien. Dan gaan we, hij is bijna klaar, dus we kunnen bijna laten zien wat we doen. Anneke, jij merkt op, lijkt me ook super lastig als je in een design zit te maken en dan ook nog die camera's in de gaten moet houden. Dat is ook heel lastig, daarom hebben we er maar liefst 8. Zodat als hij dan hier even uit beeld is, dan kunnen we hem daar oppakken. En als hij dan daar uit beeld is, kunnen we hem weer daar oppakken. Alles om te zorgen dat jullie het zo goed mogelijk zien. En af en toe loop ik dan ook daar naartoe nog om het een beetje bij te stellen. Maar het is echt wel, je went er wel aan, hè? Jawel. Even kijken. Jawel. Cora Sissing zegt, ik zou graag willen weten hoe je zo'n mooi katoog maakt in een cat eye design. Kun je dat misschien ook laten zien? We gaan geen kattenogen maken, hè? Maar volgens mij had... Zoiets bedoel je een beetje. Ja, dat is wel een beetje. Ongeveer. Ja. Ja, het is niet helemaal wat Jess gemaakt heeft natuurlijk, maar dat is ook, was niet de intentie bij dit. Het kwam er gewoon een soort van zo uit en het lijkt er dan ook een beetje op. Ja. Ja, want je benoemt het al. Jessica heeft 4 weken geleden, Jessica Padberg, is zij samengegaan live met mij met de workshop Eyes Off. En daar heeft ze toen ook een aantal dingen met cat eyes gemaakt, meen ik me. Ja, dat was zo. Dus die zou je ook nog een keertje kunnen terugkijken. Dat ging de hele avond over verschillende ogen van dieren. We gaan naar je eindresultaat. Nee, dat is nog geen eindresultaat. Oh, sorry. Nee, we zijn net begonnen. Nee. Ik ga even naar mijn paper palette. Misschien kunnen we daar even naartoe schakelen. Ik pak op mijn paper palette wat liner black. Niet de Black is Black gel polish, maar echt de liner black. En waarom? Ik moet hem wel op zijn plek houden, maar toch wat gaan blenden. En daar leg ik naast, niet erbovenop, maar daarnaast, base en top. En dat mag best wel wat zijn. Zo. Nu ga ik met mijn Detailer 3... Zo. Ga ik deze een klein beetje familie maken met elkaar. Zo. En wat ga ik nu doen?
Ik wil die lijnen hier intensiveren, waardoor je nog meer diepte krijgt in je design. Dus ik haal hem er even af. Dat is iets makkelijker schilderen, omdat ik hem ook dan kan draaien. Ik draai hem nu even om. Ik hoop dat ik in beeld blijf. En dan ga ik hem langs de lijn halen, voorzichtig. Ik pak nu in het begin even iets meer zwart en dan dadelijk ga ik die helemaal blenden. Nu kun je nu al een beetje meer de diepte zien. De andere kant heeft natuurlijk al een wat donkerder lijn vanwege dat ik daar die cat eye gestopt heb. Maar toch ga ik hem er langs halen. Zo. En dat doe je dus echt om meer contrast te krijgen. Ja, absoluut. En deze punt, die maak ik eigenlijk een beetje donker. Dat hij daar wegloopt, als het ware. Dan pak ik iets meer bezemtop. Hier zal ik hem nog even wat extra intensiveren. En dan pak ik iets meer bezemtop. Zet ik nog in beeld? Jawel, hè? Ja. Zo. En dan ga ik hem naar de cat eye toe een beetje blenden. Nou, ik lees in de comments dat ik zowel word vergeleken met Albert Verlinder, iemands echtgenoot, als de echtgenoot van Cindy vergelijkt me met de Meilandjes. Huh? Ja, nou, ik vergelijk mezelf meestal maar gewoon met mezelf. Ik ken niemand die zoals jij. We kijken ver snel verder. Het is gewoon helemaal los daarachter. Zo. Anneke Willem zegt, gaaf zeg, ik val echt met mijn mond open met je geweldige ideeën en designs. Nou, dankjewel Anneke. Dat is altijd leuk om te horen. Anja zegt, oh my god, hij wordt nog mooier. Mm-hmm. Ja, het wordt echt wat een beetje zwart al niet doet. Hè, ja, zwart is een life changer. Ja, maar geeft het zo'n contrast ja, en diepte. Ja, op alles. Dat is echt zo mooi. Ik draai hem eventjes. En je moet hem natuurlijk wel mooi blenden over de cat, want je wil daar niet de glans van verliezen. Dus ik veeg tussentijds mijn penseeltje even af, gewoon aan mijn paper palette. Want anders heb ik te veel zwart aan mijn puntje. Dus dat wil ik natuurlijk wel een beetje mooi verdelen. En dan pak ik weer een beetje nieuwe bezemtop. En omdat je hem uitblendt, krijg je er echt een heel mooi effect. En je kunt nu zien. Ja, het is echt heel gaaf. Want daardoor wordt die cat eye nog een keer heftiger benadrukt. Ja, die wordt echt geïntensiveerd daardoor. Ja, ja, ik ben er helemaal gek. Ik vond die lijnen toen ik dat maakte te hard. Ja. Dus toen dacht ik, ja, daar moet toch iets mee verzinnen dat het net eventjes ietsjes beter zichtbaar wordt. Dus ik hard hem nu even uit. En dan ik doe maar 30 seconden, want het hoeft niet zo lang. Het is natuurlijk al een topcoat doorheen gemengd. Als ik hem überhaupt aankrijg, wacht even. Ja. Zo. En daarna gaan we de topcoat overheen doen en dan zien jullie het eindresultaat. Nou, dat is echt ook nog supersnel. Ja. Nou, valt mij sowieso op dat marmertechniek is natuurlijk supersnel. Dat cat-eye techniek is supersnel. Maar hoe zou je dit nou combineren, Deborah, als je dit in een set voor je ziet? Wat voor combinaties zie je dan in je hoofd? Want dat is natuurlijk iets waar je denk ik thuis dan ook meteen aan denkt. Van, hoe zou ik dit nou moeten combineren voor mijn klant? Nou ja, kijk, nu komen de feestdagen er aan natuurlijk. En dan zou ik iets meer met zwart gaan werken. Of met de Keta Emerald kleur zelf. Maar in het voorjaar bijvoorbeeld kun je hem ook gebruiken. En dan had ik natuurlijk die leuke Apple Martini er doorheen gedaan. En dan zou ik die kleuren daarmee verwerken. Theoretisch, omdat die marble zoveel kleuren heeft, kun je al die kleuren wel verwerken in de nagels. En het is ook best leuk om op de middel bijvoorbeeld een contrasterende kleur te hebben naast je marble. En daar dan 2 of 3 rustigere kleuren naast. Dat vind ik zelf altijd leuk. Een beetje speels, maar toch in 1 familie, zeg maar. Ja, Monique zegt, ja, als je me af en toe een beetje hoort lachen, dan lees ik comments. Ja, dan nee, denk ik, ik zeg niks. En Monique, jij zegt, als ik dus jouw nagels, Deborah's nagels, zie, dan wil ik de mijne meteen eraf slopen en zo ook maken. Heel herkenbaar, dat deed ik vroeger ook nog wel eens. Ja. Elisabeth Nijland zegt, het lijkt wel project Rembrandt à la Nails. Nou, leuk. Even kijken. Is maar niet weggestemd worden dan.
Dit wordt weer niet slapen door alle die ideeën door mijn hoofd gaan spoken, zegt Anja. Ja, echt. Ja, we gaan naar het resultaat kijken. Ja, ik lak hem gelijk eventjes mooi af. En dan wordt hij natuurlijk nog mooier. Ik ben zelf iets meer fan van de hoogglans dan de mat. Maar dat is een hele persoonlijke mening. Het ligt ook een beetje aan je soort design. Bij dit is het gewoon echt mooier om hem in hoogglans te doen. Dus dit is het eindresultaat. Ik hard hem zo nog even uit, maar dit wordt hem. Ja, mooi. Had je hier ook nog variaties van? Uiteraard. Zeker, een hele berg. Ik zal ze eventjes... Zal ik ze gewoon neerleggen maar? Dat is makkelijker. Ja, ik denk dat dat het handigste is. Leg ik ze even netjes neer. Zo. En dan. Cerie zegt echt heel mooi, Deborah. Danielle zegt allemachtig, wat prachtig. Shaila gaat al in gedachten door de kleurtjes. Kijk, en het leuke van deze is, die haal ik er toch even uit. En die wil ik toch even benadrukken. Kijk, die heeft als je hem draait, 2 cirkels. En die roze heb ik gemengd met de roze glasgel. En deze roze heb ik gemengd met de rode. Wat is het? De, hoe noemt die? Is dat rode? Ja, red. Ja. Gewoon, ja, nou ja, ja, gewoon de rode glasgel dus. Dus de roze, die ziet er, die is wat lichter. En de rode, ik zou hem ietsje lager houden. En dit is gewoon de Ruby Cat Eye. Maar dan naar een cirkel toegebracht. Ik vind die daarnaast ook echt prachtig. Deze? Of deze? Ja, allemaal. Dat water, ja. Dus je krijgt allemaal wel diepte erin. Hier heb ik meer zwart aangebracht, omdat het echt een cirkel moest worden. Dus dan krijg je ook echt zo'n effect ervan. Dat is echt wel heel cool. Nou, en dit is pas het puntje van de ijsberg, want we gaan nog veel meer doen vanavond. Ja. Maar terwijl Deborah even haar tafel weer gereed maakt, gaan wij even naar de winnaars van Shirisa's challenge van 2 weken geleden. En dat was natuurlijk een nageltransformatie, een metamorfose die jij zou gaan uitvoeren in een behandeling. Nou, we hebben 2 winnaars gekozen en we moeten daar natuurlijk wel even naar gaan kijken, naar die 2 winnaars, die dus die transformatie hebben gedaan. En dat is Denise Pauw. Laten we hier even naar blijven kijken. We zien echt een extreem omhoog groeiende nagel. Dat is een hele lastige vorm om na te behandelen. Die heeft ze vervolgens opgevuld en naar beneden gecorrigeerd. En dat is vervolgens weer afgelakt met een heel mooi leuk sterrenpatroon, een kerstpatroon. Maar dit is dus echt een hele lastige, hè? Van omhoog groeiend, corrigeren naar weer naar beneden groeiend. Is een van de lastigere correcties om te doen. Meestal maken we nagels die naar beneden groeien weer wat rechter. Maar die nagels die omhoog groeien, ja, want als je daar natuurlijk je schabloon goed onder zet, gaat die nagel alsnog naar boven. Dus je moet dat altijd een beetje gaan corrigeren in dat breekvlak, in dat stresspunt. En dat maakt het zo lastig om dat nou goed uit te voeren. Dus dat was echt heel erg mooi. Van harte gefeliciteerd. En dan hebben we natuurlijk nog eentje. En dat is Ellen Lauwers. En daar zien we ook echt een hele mooie, ja, set die ze heeft gezet op een gecorrigeerde nagel. Heel mooi smal gemaakt. Een beetje een ballerina bijna. Maar echt heel erg heel mooi. Prachtig naam. En wat hebben jullie nou gewonnen? Nou, tadadadada, de Balmasqué Glitter Collectie en 4 metal inlays. Omdat Cerisa is natuurlijk onze inlaykoningin, net als Deborah. En de glitter gel polishes Balmasqué. Omdat natuurlijk december morgen gaat beginnen. En december, dan denk ik altijd aan glitter. Dan denk ik altijd aan glitter. En dan denk ik aan glitter. Ik ook. En dan denk ik aan glitter. En nog meer glitter. Eigenlijk is december eigenlijk hetzelfde als gewoon Deborah. Glitter en glamour. Ja, ja. En veel ook. Altijd veel. Ja, jij hebt altijd veel. Gewoon veel. Ja. Voordat we verder gaan naar Deborah, ik ga even kijken. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Nogmaals ook vanuit mij. Stuur jullie gegevens even naar info@neiltalklive.com. Je ziet het hier onder mij. info@neiltalklive.com. En zet daarbij natuurlijk dat jij de winnares bent. En dat jij dat prachtige pakket hebt gewonnen. Dan zorgen wij ervoor dat jullie pakket naar jullie toe wordt gestuurd. En dat jij voor het eind van de week, als de post meewerkt, in bezit bent van de prachtige, geweldige 6 kleuren Balmasqué. Ken je Balmasqué nou nog niet aan het eind van deze uitzending? Laten we de commercial van Balmasqué zien. Maar ik zag zojuist een vraag van iemand die vraagt... Ja, Pepijn, hoeveel kleuren Cat Eye hebben jullie eigenlijk wel niet? Nou, we hebben 8 kleuren Cat Eye en de Cat Eye Top Gel. Maar die 8 kleuren Cat Eye zijn verdeeld in 2 groepen. Collectie nummer 1 en collectie nummer 2. En ik wil jullie even de commercial laten zien van de eerste Cat Eye collectie.
Laten we even kijken of die... Oh, nee, ik doe iets verkeerd. Ja, ik doe iets verkeerd. Ja, nee, sorry. Wat ik jullie namelijk wil laten zien, is iets heel anders. Glitter, glitter, glitter. Shaila zei het al in de comments. Pepijn, jij denkt altijd aan glitter. Nou, vorig jaar dacht ik ook aan glitter. En dat waren de Once Upon a Glitter gel polishes. En ik wilde die even laten zien, omdat rode glitter past natuurlijk perfect bij de decembermaand. Dus kijk even mee en vergeef me mijn faux pas. Zes prachtige glitter gel polishes genoemd naar sprookjesfiguren. En daarom laat ik nog even de poster ook zien, dan kun je ze nog eventjes goed zien. Als jij glitter gel polishes wil hebben in rood tinten, nou dan zijn dit natuurlijk de kleuren. We hebben Dorothy, natuurlijk van The Wizard of Oz, Tinkerbell van Peter Pan, Rapunzel met haar lange haar, Cinderella natuurlijk van het schoentje, Alice in Wonderland, ja ze is heel verwonderd, en Aurora uit de Sleeping Beauty. Nou, je moet het allemaal maar weten, hè. In ieder geval, rode glitters, en als je die nou nog in je la hebt staan, haal ze weer tevoorschijn, hè. Want ik weet zeker dat er zeker een aantal van jullie klanten die rode glitters op hun nagels willen. Nou, wij zijn toe aan het volgende onderdeel, en dat betekent dat jij weer aan zet bent, Deborah. Ja. We gaan nu werken met de nieuwe Metal Flakes, en die zijn echt zo ontzettend mooi, en die glimmen ook echt als een malle, dat is niet normaal. En daarvoor heb ik nu de groene kleur klaargezet. Kan je hem hier zo zien? Kijk, dat alleen dit al. Daar word ik helemaal gelukkig van. Oké, we gaan door. Ik was afgeleid. Ik heb hier een potje met de gemstone gel. En daarmee pak ik niet te veel, maar een beetje op. Je kan het zien. Ja. Zo. En daarmee ga ik eigenlijk een soort binnenkant van een emerald maken. Gemstone, hoe noem je ze? Niet een gemstone, een geode, nou ja. Wat je ervan wilt maken. Maar doe in je hoofd alvast een beetje een voorbeeld maken. Wat je wilt maken. Als je dit doet op een nagel die zwart gelakt is, zorg dat je hem eerst hebt afgelakt met de matte smapt topcoat, want anders blijven je glitters overal plakken waar het niet moet. Je kunt nu een beetje in de licht zien waar ik hem gelakt heb. En nu ga ik met het natte puntje van mijn penseel wat glitters oppakken. En die leg ik op de gemstone gel. Ik vind dit zo'n mooie glitter. En ook dat verschil tussen groot en klein. Oh, daar helemaal gelukkig van. Dit is voor de kerstdagen, voor de feestdagen, voor de mensen die vinden het zo fantastisch. En je kunt het natuurlijk ook korte nagels maken. Dan maak je hem gewoon wat kleiner. Het is toch helemaal leuk? Ja, prachtig. Ja, ik vind die metal inlays echt helemaal de bom. Die zijn niet normaal. Die zijn zo mooi. Ik zal ze daar eventjes nog in beeld houden. Hij moet toch zo even in de lamp. Kijk, ze er mooi even bij pakken. Ik leg het echt op het deel waar ik dus mijn gemstone gel heb neergelegd. Hier nog een beetje. En ik vind het verlies heel zonde, dus ik werk zo voorzichtig mogelijk. Ook voor Gil hoor, want anders moet hij het weer opruimen. Zo. Oké, dit harden we even uit. Hoe lang moet je dat nou uitharden als dat zo'n gemstone gel is vastgezet? 30 seconden. Want 30 seconden. Ik ga er dadelijk omheen werken. En dan gaat hij weer de lamp in. Dus dadelijk ga ik er met mijn marble kleur weer omheen werken. Dus dan gaat hij weer de lamp in. Dus hij hoeft alleen maar even 30 seconden. Gewoon even curen, flash curen. Flash curen. Dat is een moeilijk woord. Maar daarna gaan we hem nog vaker in de lamp doen met alles wat we eromheen gaan bouwen. Dus dan wordt hij uiteindelijk gewoon is hij hard zat. Dat komt wel goed. Ja, in de tussentijd heb ik een opmerking van June.
Oh, wat ga ik mijn klanten deze kerst zo hard missen. Dit zien is zo ontzettend mooi. Ja, dat begrijp ik, June. En Elvisa zegt ook zo kloten dat we niks mogen maken voor de feestdagen in België. Ah, ik wil jullie allemaal in België heel erg veel sterkte daarmee wensen. Ik ook. Deborah ook. En wij achter de schermen natuurlijk ook. Ik las het dit weekend natuurlijk op Facebook, overal. En we denken echt aan jullie. En we hopen dat jullie in ieder geval ook een beetje geïnspireerd blijven door de dingen die wij hier met Neil Talk Live doen. Maar ons hart is met jullie. En heel veel succes en sterkte met de feestdagen. En in ieder geval in januari, als jullie weer open mogen, dan, ja, dan maar dan glitteren. Dan verplaatsen we het gewoon. Ja, dat is ook een idee. Die 30 seconden is denk ik wel voorbij. Ja, maar echt, zeker. Zeker. Ja. We gaan naar jou. Yes. Ik ga nu een marble maken. En ik heb wat kleuren klaargezet die ik op mijn paper palette ga leggen. En dat zijn de... Kun je naar die camera gaan? Ja, ik leg hem weer terug. Dat is de, moeilijk te zien, Purple Beetle. De mojito. Ik kan dat gaat goed. Doe het zo. Nou, de black is black. En de white is white. En die leg ik nu niet in elkaar. Maar ik maak een strookjespatroon. Ook daar kun je dus weer in variëren met hoe je het neerlegt op je palet. Ja, want ik zal even de camera ietsjes bijstellen, want ik zie dat hij hem net niet goed pakt. Dus ik doe eventjes een beetje uitzoomen. Yes. Kijk, dan zie je hem namelijk wel zo. Ah ja, ja, veel beter. Bijzondere kleurcombi. Cool, hè? Zo. En het ligt ook nog aan hoe je ze naast elkaar legt, hè? Want ik wil die zwart dus niet naast die donkerpaars leggen, want dat is dan toch minder mooi. En dan doe ik deze ook even door elkaar. Lichtjes, want ik wil hier best wel veel van de lijnen houden. Ja. En dan pak ik hem met mijn ombre brush. Je ziet nu best wel goed, ik ga even naar Topshot, dat ze mooi op mijn ombre brush liggen. Ja. En zo ga ik hem ook eraf trekken. Maar je mag hem gewoon weer opnieuw pakken. Hè? Als je penseel niet meer geladen is, pak het gewoon opnieuw. Je moet even naar je Topshot camera kijken, dan hebben we wat beter beeld. Ja. Zo. En doe met je puntje gewoon eventjes fine-tunen. Ja, maar dit is natuurlijk ook wel super efficiënt. Hè? Dat groen naast dat paars, ja. Dat maakt hem echt, laat hem er echt vanaf knallen. Ja, dan krijg je echt heel erg diepte. En hier zo. En het maakt ook niet uit dat je hem zeg maar opnieuw er weer tegenaan zet. Want het is een marble, dus hoe je een marble, dat maakt eigenlijk niet uit. Sluit hem alleen wel mooi rond af bij de uiteindes, want anders krijg je echt een druppel aan het einde. En die harden we weer 1,5 minuut uit. Zo. En die 1,5 minuut is echt belangrijk vanwege de dikte van de applicatie, hè? Want het is best wel veel wat je gaat marmeren. Ja, zeker. Dus je moet echt zorgen dat die gelpolishes helemaal goed uitharden. Doe je dat ook te kort, wat er dan kan gebeuren is dat het kan gaan rimpelen. En als een gelpolish rimpelt, als hij uit de lamp komt, betekent dat dat hij niet goed is uitgehard. Dus dat hij eigenlijk zichzelf los heeft getrokken van het nageloppervlak. En daarom ontstaat er een rimpeltje. En dan moet je eigenlijk ook zorgen dat je dat weer verwijdert en opnieuw aanbrengt. Dus altijd met je gel polish lang genoeg in de lamp en dun aanbrengen. Maar in dit geval kan dat dus niet. Maar dan is het natuurlijk nog steeds niet zo dik, hè. Het is gewoon wel een relatief normale dikte. Het is vrij dun. Ja, 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 zeker. Het is net misschien 1 laagje dikker dan wanneer je 2 lagen lakt. Maar verder is het relatief dun. Je moet ook niet een hele klont aanbrengen, want dan wordt het echt zo'n nagel. Dus je moet het wel een beetje in de gaten houden dat je niet te veel in 1 keer oppakt. Liever ietsje bijpakken dat je een mooi dun maakt dan dat je in 1 keer te veel erop kwakt. Want dan wordt het echt een dikke homp. Dat is niet zo mooi. June merkt op, dit geeft echt een toxisch jade effect. Lijkt de Joker van Batman met die kleuren. Ja, inderdaad heb je gelijk in. Ja, ik dacht al, waar doe ik me aan denken? Maar dat, je hebt helemaal gelijk. Ja. Love it. Niels bij Elvisa zegt, oh wat is dit mooi.
Anja Verret zegt, ik ga mezelf elke week nieuwe glitternagels zetten als Deborah zo verder gaat. Deze kleurcombinatie vind ik echt heel erg gaaf, zegt Danielle. Linda, hi Linda. Linda is er ook. Hi Lin. Ik wil gewoon mijn salon weer aan huis, wil meteen wat doen als ik meekijk, maar dat kan niet. Wordt er helemaal onrustig van, zegt Milena. Dat ken ik. En Cherise zegt tegen Lin, hi Linnepin. En Mirjam Zwerg zegt ook, hi Linda. Nou, we gaan kijken bij jou. Ja. Nou, eigenlijk gaan we nu hetzelfde doen als wat we zojuist hebben gedaan bij de Cat Eye Marble. Want ik heb natuurlijk nog steeds die mix liggen van de Base & Top en de Black is Black. De Liner Gel, excuus. De Black Liner Gel. Dus gooi je palet niet weg voordat je meerdere designs hebt gemaakt. Ik bewaar altijd die kleuren tot ik denk, nou, nu heb ik het niet meer nodig. En dan mik ik het weg. Maar nu heb ik het nog even nodig. Dus ik heb het nog bewaard. We gaan nu alleen, pak ik iets meer, alleen de Liner Gel. Dus ik pak alleen nu Liner Gel. En daarmee haal ik hem even af. Zo. Ik weet niet waarom, ik schilder graag altijd ondersteboven. Trek ik die lijn er eerst strak langs. Dus ik heb hem nog niet gemixt, hè, nu. Het is enkel de liner gel. En dat komt ook omdat die glitters natuurlijk wat groffer erop liggen. Dus die moet je iets meer intens aanbrengen. Breng ik hem nu gelijk verdund aan, loopt het er meteen tussen. Dus vandaar dat ik nu eerst enkel liner gel pak. En daarna verdeel ik het heel mooi gelijkmatig uit met de Base & Top over de glitters. Ook hier sluit ik hem naar de rand af. Dat vind ik mooi. Dan heb je een eindpunt. Je ziet ook dat het langs de glitters altijd ietsje ruwer ook schildert. Misschien kun je iets meer naar het midden gaan. Ja, natuurlijk. Sorry. Intussen zag ik een vraag voorbij komen van Chantal. Kun je dit ook kopen zonder KVK-nummer? Als je een certificaat hebt van een opleiding tot nagelstyliste, dan kun je ook bij ons kopen. Moet je wel even contact opnemen. En dat kun je het beste doen via info@nailtalklife.com. Of een mailtje te sturen naar export@magneticnaildesign.com. Maar ik heb info@nailtalklife.com klaarstaan. Het is wel belangrijk dat je natuurlijk nagelstylist bent, dat je weet hoe je met de producten moet werken. Want de producten zijn gemaakt voor professioneel gebruik. Dat er zijn ook momenten dat je bepaalde producten niet moet gebruiken, of juist op een hele specifieke manier moet gebruiken. Daar verkopen wij onze producten aan getrainde nagelstylistes. We gaan weer even kijken bij Deborah. Ja, ik ben hem ondertussen voorzichtig aan het blenden. Ik pak nu enkel het buitenste randje, of in dit geval het binnenste randje van de liner gel. En die blend ik voorzichtig naar het midden uit. Dus heel licht. Niet te veel, want anders loopt die echt allemaal tussen mijn glitters in. En dat willen we niet. We willen hem echt dat effect van diepte geven. Ja, en dit design is dus zonder cat eye, ja, maar met glitters. En dat, ja, mag dus ook voor het huiswerk, hè? Ja, zeker. Ja, dat hebben we er niet bij vernoemd, maar uiteraard. Alles wat we vandaag gebruiken, dat mag gewoon voor het huiswerk ook gebruikt worden. Natuurlijk. Jij bent even dit zwart aan het uitveden. Ja, zeker. Nou, dan gaan wij nog even kijken naar wat het huiswerk nou precies is. Wil jij je certificaat kunnen verdienen, dan is er een huiswerkopdracht. Maak 6 varianten op Cat Eye Designs met verschillende kleurcombinaties en magneettechnieken. Of bijvoorbeeld, zoals je hem hier ook ziet, hè, met glitters. Maar wel geïnspireerd een beetje op de designs die je vanavond ziet. 6 varianten. Maak hier even een screenshotje van. Met je telefoon kun je het nakijken. En dat mag je doen op Colourpops of op echte nagels in bijvoorbeeld een behandeling. Wat moet je dan doen als je die 6 nagels hebt gemaakt? Dan maak je daar natuurlijk een foto van. Maak hier ook even een screenshot van. Je hebt 2 weken de tijd om je huiswerk in te sturen. Dat wil zeggen tot maandag 14 december, 9:00 ochtends. Stuur je huiswerk via de e-mail in naar info@nailtalklife.com. En vermeld daarbij je adresgegevens, de naam van je salon, jouw eigen naam. Want dat moet allemaal bij elkaar gekoppeld zijn. Want alleen dan kunnen we natuurlijk die certificaten maken. Nou, je hebt zoals ik al zei 2 weken de tijd en deel natuurlijk ook die foto's in de Nail Talk Live groep. Eerder vanavond had Lisette een comment over hoe we dat wat kunnen optimaliseren. Daar kijken we morgen even naar, maar dan meld ik dat natuurlijk ook nog even in de groep. Maak dus 6 varianten van de designs van vanavond. Gebruik verschillende combi's, verschillende cat eye effecten, verschillende magneten, verschillende glitters. Kortom, ga helemaal los en go ballistic met deze prachtige nagels die Deborah aan ons heeft laten zien. We gaan even verder kijken bij Deborah. Ja. Wat ben ik nu aan het doen? Ik ben ook gelijk een klein beetje de buitenkant ietsje zachter aan het maken. Heel soms vind ik het ook nog wel eens mooi om een klein beetje
heel klein beetje wit aan de buitenkant te maken. Maar dat is net wat in jouw design past. En dat kun je naar eigen keuze invullen. Dus ik maak hem nu aan de buitenkant nog ietsje zachter. Dus om het hele harde effect eruit te krijgen. En nu krijg je echt een soort krater erin. Dat is zo gaaf. Het geeft echt heel veel diepte. Kijk maar. Ja, dit is echt een beetje zo'n geode, hè? Ja, ja. En ik heb hem hier wat doorgetrokken naar beneden, zodat hij een, zeg maar, een eindpunt heeft. En dat kun je ook nog een beetje zo blenden. Kijk. En hij is nog niet eens afgelakt en hij glimt al als een malle. Dus ik ga hem nu in de lamp doen. En omdat er veel zwart... Ja, eigenlijk hoeft het niet heel lang, want er zit natuurlijk al gemengd met base en top. Dus doe hem even 30 seconden. Zo. En dan wachten we daar even op en dan lak ik hem af met de Supreme Finish. En dan gaan we zo verder met het volgende design. Misschien heeft Pepijn nog iets leuks? Nou ja, ik zie weer heel erg veel opmerkingen over wanneer het volgende kortingsweekend is. Nou, dat is pas over een tijdje. Want we doen dat natuurlijk niet te vaak. Maar in ieder geval, daar was een vraag over. En dan zie ik, ik vind het altijd een beetje lastig om te blijven scrollen en dan tegen jullie te praten. Maar ja, je moet het me maar vergeven. Sharon zegt tegen Chantal, als je nog niet aangemeld is, wil ik je zeker aanraden een cursus te doen in real life. Zo leer je nog beter kneepjes aan het vak. Dat ben ik volledig met je eens, Sharon. Zeker. Want tijdens deze e-workshops, daar leer je de basisprincipes. Leuke... De basisprincipes een beetje. De basisprincipes van verschillende dingen. Ja. Maar je moet natuurlijk eerst de basis leren van het nagel zetten en het verantwoord omgaan met je producten. Ja. Want de producten die wij gebruiken, die kunnen bijvoorbeeld allergieën veroorzaken bij onjuist gebruik. Je moet weten hoe lang je bepaalde producten moet uitharden. De natuurlijke nagelintegriteit moet natuurlijk behouden blijven. Je hebt kennis nodig van de natuurlijke nagel, van nagelaandoeningen. En zo is het hebben van die basiskennis ontzettend belangrijk. Even kijken. Ja. Nou, Jaap zegt het al, maar we gaan eerst even naar jou. Hij staat al klaar, Jaap, de Cat Eye Commercial. Maar we gaan eerst even naar het eindresultaat van deze nagel. Kijk, want jij bent de topje aan het aanbrengen. Ja, zeker. En moet je kijken wat een toffe nagel het is geworden. Kijk maar mee. Kijk hoe die glimt. Dat is toch niet normaal. Ik denk dat als je dat bij je klanten opbrengt, dat ze echt het gang iedere keer willen. Dat kan niet anders. Daar word je toch echt helemaal gelukkig van. Ik ga hem uitharden en dan gaan we naar de commercial, denk ik. Ja, wij gaan even kijken. En dit is dan die commercial waar ik het eerder over had. Hè? De Cat Eye Collectie 1 commercial. Dat zijn dus de Sapphire, de Diamond, de Ruby en de Emerald. De eerste vier kleuren Cat Eye die wij hebben gelanceerd. Kijk even mee. Ja, Jaap zegt het al in de comments, ik wilde het ook net zeggen. Ze zijn ook prachtig, die cat eyes, als ze mat zijn afgelakt. Dit was collectie 1. Zo direct laat ik jullie ook nog even collectie 2 zien. Die zijn dit weekend gelanceerd. En dat zijn die cat eyes met dat subtiele glittertje erin. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk even terug naar Deborah. En Deborah, jij zei net eventjes tijdens de commercial dat je even nog één basistechniek wil laten zien. Ja, klopt. Nog even één klein dingetje met de vier magneten. En dan is het belangrijk van de stand van de magneten. Dat zal ik je eerst even laten zien. En kan ik dat op Topshot laten zien, denk ik? Ja. We hebben hier twee magneten tegen elkaar. Maak even een screenshot van dit beeld. Ja, ja, want het is eigenlijk een soort... Ja, ik zou dit vergeten. Maak een screenshot. Twee magneten tegen elkaar. Eén naar buiten kijkend en één naar binnen kijkend aan de zijkant. Is dat zo goed genoeg? Ja. Ja? Oké, okay, dan pak ik even, nou ja, ik heb hem hier staan, ik had hier gewoon de ruby even staan, dus die lak ik even er mooi overheen.
Kimberly, jij vraagt wat wordt eigenlijk de decemberaanbieding van de maand? Dat zijn de glittersprays. De glittersprays zijn deze maand in de aanbieding. Want ja, wat past er beter bij de feestdagen dan glitters? Inderdaad. Die maandaanbiedingen staan natuurlijk in de agenda. Deze staat in de agenda van dit jaar. Maar we hebben natuurlijk ook de nieuwe Magnetic Nail Design agenda. En daar staan ook al de maandaanbiedingen in. Naast al die leuke interviews en step-by-steps staan die daar al vermeld. Dus kun je al kijken door het jaar heen, wat is mijn favoriete maandaanbieding? Ah, glittersprays, altijd goed. Glitter, glitter, glitter. We gaan kijken. Ja, ik heb hier mijn kluwen van magneetjes. En die hou ik er recht boven. En dit wordt echt zo tof. Kijk, en dan krijg je echt allemaal cirkels. Ja. Oh, cool. En je kan natuurlijk nog iets langer boven houden, maar nu zit ik er niet heel goed voor. Misschien dat ik hem nog iets meer kan intensiveren, dat ik even... Ja, zo kunnen we ook zien dat je echt vlak boven het oppervlakte hangt. Ja, maar dan moet ik het even zelf ook bekijken, want anders zie ik het niet zo goed. Kijk, nou is die helemaal... Oh, nou, dat is vet. Kijk. Maar dat is belangrijk, hoe houd ik mijn magneet? Dus die stand die ik jullie net liet zien, dan krijg je alleen dit effect. Die harden we even uit. Zo. En dan gaan we daarna verder met het volgende design. Zo, ik zal het vast klaarzetten. Ik moet even een tipje pakken. Mireille zegt, I need more magneetjes. Ja. Ja, ik wist ook niet dat we zoveel magneetjes nodig hadden. Ik had ook nooit gedacht dat als je dat allemaal bij elkaar houdt, dat je dan dus weer een ander effect krijgt. Echt, het is gewoon, I'm flabbergasted. Ik had ook gezegd 2 magneten, maar ik heb er nu gewoon meer om te laten zien dat er ook met meer heel veel mogelijk is. En ook gewoon op een heel klein nageloppervlak, dat je met 4 magneten zo goed uit voeten kan. Ik vond het zo tof. Ik denk, laat het toch even zien. Ook al heb ik gezegd 2, daar kun je natuurlijk de basisdingen allemaal mee doen, maar met 4 kun je gewoon helemaal out of the box gaan. Dus dat is echt wel super tof. Dus het kan nooit kwaad om ze even erbij te kopen natuurlijk. Ja, Kirsten die zegt ook, nou ja, een croco-printje in 1 keer, boep, croco-printje. Ja. Ja, nou ja, inderdaad. En het mooiste croco-printje doe je met de achterkant van je acrylpenseel. Van je klik-on, nummer 10. Dat krijg je, als je die elke keer zo kleine stipjes, krijg je het mooiste croco-printje die er is. En dan doe je de stipjes 1 voor 1 neerzetten? 1 voor 1 neerzetten, niet uitharden natuurlijk. Ja? Maar achter elkaar zo neerleggen, dat wordt zo gaaf. Dan krijg je een hele mooie krokoprint. Dat gaat echt. Dus je lakt je nagel, dan heb je de achterkant van je click-on 10. En ja, net als mijn, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde grootte als de onderpenseel. En die hou je, waar laat ik het zien, de topshot denk ik eventjes. Die hou je dan elke keer zo en zo. Dus voordat je hem uithart, gewoon alles ga je even langs. En dan krijg je een heel gaaf krokovlak. Die heb ik heel lang geleden al eens gemaakt. Dat is echt heel gaaf. Oké, een goede tip. Het Teuntje vraagt Deborah, waar bewaar jij je magneten zonder dat ze hun kracht verliezen? Nou, ze verliezen niet zo heel snel hun kracht, maar ik zet ze vaak tegen mijn plakrol aan. Want dan raken ze elkaar niet. Omdat ik het vooral lastig vind. Dat ze elke klunk steeds, hier zo ben ik dan ben je, hoor je klok en dan zitten ze tegen elkaar. Want ze zijn zo sterk dat ze heel gauw naar elkaar toe gaan. Dus meestal doe ik dat met de plakrol. En anders hang ik ze ofwel eens gewoon apart aan mijn lamp. Dat doe ik ook. Vind ik ook wel handig. Ja, als ze maar niet helemaal geklonterd zijn aan elkaar, want door aan een andere magneet vast te zitten, verliezen ze na verloop van tijd een beetje van hun magnetische kracht. We gaan kijken naar je design. Ja. Want je hebt nu een wat uitgebreider design. Ja, dat klopt. Ik laat het nog niet zien, denk ik. Ik ga het gewoon doen. Dat is het leukst. En daarvoor neem ik de ondergrond Star Sapphire. Ja, dat is leuk. Schudden we eventjes. Dat is eentje van de nieuwe collectie. En die heeft die hele toffe glittertjes erin. Dus die ga ik nu lakken op de ondergrond. Kijk. Oh, zo is hij al prachtig. Hij is een beetje koningsblauw, hè? Hij is zo mooi. Hij lakt ook ietsje stroever. Maar het is een hele mooie kleur. Alleen, die kleur die ben ik dadelijk helemaal kwijt. Dus leuk als je dit, wat ik nu maak, in combinatie doet met het design. Dadelijk. Dus als je deze kleur lakt op de hele set en dan in combinatie met het design wat er zo meteen opkomt. Zo. Want wat doe ik nu? Ik zat er nog aan een bosje. Ik ga de hele kleur eraf halen. Huh? Ik wil die kleur weg hebben. Hier nog weg. Zo.
En dat doe je gewoon door eroverheen te zweven? Ja, voorzichtig. Je moet hem echt weghalen. Want als ik nu dit doe, komt hij ook weer terug. Zie je het? Huh. Maar als ik hem er zo langs hou, op een bepaalde manier, dan is hij gewoon weg. Maar ik kan hem altijd weer terugbrengen. Zie je het? Als hij eenmaal is uitgehaard natuurlijk niet meer. Nee, dan gaat dat niet meer. Nee. Maar als je hem nu lakt en dan nog een keer lakt, dan kan je er wel weer een streep in zetten. Dat gaat dan weer wel. Dus je kunt niet meer met de ondergrond spelen wanneer die zo uitgehard is. Maar wanneer je er nog een keer een laag overheen doet, dan trekt de ondergrond wel weer magnetisme eruit. Dus dat is wel cool. Maar nu wil ik die niet. Die wil ik nu weg hebben. Dus die haal ik ook weg. En dit hard ik even uit. Doe dat gewoon wel 1,5 minuut, want het is natuurlijk gewoon een lak ondergrond. En in de tussentijd heb ik eventjes dat design van de net met die 4 magneten afgelakt. En dan kan ik het eindresultaat even van laten zien. Dat is deze geworden. Misschien op zwart nog mooier. Dat is toch heel tof. Het is toch een heel ander effect. En dat dan met 4 rechte magneten, als je het zo bedenkt. Goed, die leg ik even erbij. Nu wachten we eventjes tot die is uitgehard. En dan leg ik alvast op mijn paper pallet de Ruby Cat Eye neer. En een dropje. En de mengseltje wat ik er straks ook gemaakt heb, doe ik ook de, ik leg hem even terug, de Emerald. Zo. En welke kleur jij mooier vindt, die kun je als ondergrond dus naar boven laten komen. Dus of je neemt wat meer groen of je neemt wat meer rood. Dat moet je zelf weten. Dat maakt niet uit. Meng ik een beetje door elkaar heen. En wat ik vind, als dit dadelijk... Nee, ik laat het dadelijk gewoon zien. Ik ga het niet zeggen ook. Ik laat het gewoon zien wat ik bedoel. Het is leuker als ik het niet zeg. Zo. Nou, is wel goed. Nu hebben we de ondergrond. Ik vind het echt heel bijzonder dat het hele cat-eye-effect weg is. Ja, maar nu heb je een prachtige... Ja, het is prachtig. Nu is er glitter gewoon. Ja, en zo is het natuurlijk ook heel cool om ook te lakken. Ja. Dus je kan echt zoveel kanten op met dit spul. Dat is gewoon te leuk. Nu, ik doe er verder nu niks mee. Ik laat hem zoals die is. Ik lak er ook niet overheen met een mat of iets. Ik ga gewoon verder zoals die nu is. Dan heb ik hier de mix. En wat gaan we doen met die mix? Dan breng ik met mijn detailer 3 een ronding aan. En die kleuren we in. En ik heb hem een beetje voor de helft. Hij valt een klein beetje van het nageltje af, als je het kan zien. Zeg maar een pompoen. Ja. Ik denk aan een pompoen. Oké, maar het is nog, ja, dat is het niet en het wordt het niet, maar ik snap helemaal wat je bedoelt. Oh, het wordt een kerstbal. Oh ja, ook. En in de lucht zwevende kerstbal. Eigenlijk is het een luchtballon. Oh ja. En nu hang ik mijn penseel even weg. Ik pak de achterkant van mijn, de achterkant, wat is eigenlijk mijn voor- of een achterkant. Ik pak gewoon het ronde deel van de magneet. En die hou ik er een beetje tegenaan. Niet helemaal dat het verdwijnt, maar dat je net even wat donkere effecten erin krijgt. Alsof het een planeet wordt. Oh ja. Lijkt een beetje op de aarde, zo als je hem zo bekijkt. Wordt het niet, maar het lijkt er een beetje op. Ik kan nog een beetje, zoals jij het wil. Ik zie een klein luchtbelletje, die wil ik even eruit hebben. Door het inkleuren is daar een heel klein luchtbelletje ingekomen. Zo. Welke kleuren heb je nou precies gemixt voor deze? Vraagt Sharon zich even nog af. Ruby en Emerald. Oh ja, Ruby en Emerald. Ik zie dat Jessica ook al reageert. Dankjewel, Jess. Kijk, en nu heb ik een beetje dus de donkere vlekken erin, zoals op een planeet het ook hebt, van de schaduwen van de maan en van de zon. En dit harden we even uit. Dominique, jij vraagt je af, is dit cat-eye van de nieuwe collectie of van de eerste? De twee kleuren die Deborah heeft gemengd, dus de Ruby en de Emerald, die zijn uit de eerste collectie van de cat-eye. Maar die glitter daaronder, dat is de Star Sapphire en die is uit de nieuwe collectie van de cat-eyes. Ik ga nog even kijken. Sterrenhemel lijkt het, zegt Anneke.
Even kijken. Miranda, jij zegt, had deze uitzending maar vorige week gemaakt voor Black Friday. Scheelt een stuk in mijn portemonnee. Ja, vorige week ging het natuurlijk over de nieuwe producten. De week daarvoor ging het over hoe moet je nou de perfecte opvulbehandeling doen. Ja, zo blijven de onderwerpen steeds maar komen. Hè? Maar je kunt nog 2,5 uur bestellen met de kortingen. Nou, dat is wel top. Even kijken. Heb ik nog iets verschillen? Waren er ook meerdere voorbeelden van het design hiervoor met de glitter? Oh, die geodes. Oh, natuurlijk. Ja, we gaan even kijken. Zal ik die nu er even bij? Dankjewel, Patricia. Wat goed dat je dat zegt. Wat goed. Kijk, ik schuif ze even omhoog. En dan kan je ze op Topshot goed bekijken. Ik heb wat langer gemaakt en wat kleintje. Die zal ik even weghalen. Het is niet zo. Kijk. Dat is goed te zien ook, hè? Zo. Hupta. Kijk. En zelf ben ik echt helemaal gek van die kleur. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat net zo'n African design. Wild Africa. Daar gek op. Dit is ook met een nieuwe kleur erin. Ja, en prachtig. Natuurlijk, ja, de metal flakes, ja, ze zijn zo mooi. Ik vind ze echt, ja, die zijn prachtig. Dus ja, die waren we helemaal vergeten, maar goed dat ze het opgemerkt heeft. Top. Nou, inmiddels. Patricia zegt dankjewel, ze zijn super mooie designs. Dankjewel, leuk om te horen, dankjewel. En ik ben benieuwd naar wat jullie ervan gaan maken eigenlijk allemaal. Ik zie er naar uit. Ja, daarover gesproken. We hebben natuurlijk huiswerk. Hè? En dat huiswerk moet jij doen voor jouw certificaat. Gewoon voor de duidelijkheid nog eventjes snel het huiswerk. Maak 6 varianten op deze designs. Met cat eye, met verschillende kleurcombinaties, met verschillende glitters en verschillende magneettechnieken. En dat moet op colourpops of op echte nagels. 6 variaties. Maak daar foto's van. Stuur die binnen 2 weken naar onze NailTalkLive, info@nailtalklive.com. Dat staat ook in de huiswerkregels. Dus stuur 2 weken, stuur je huiswerk via de e-mail in naar info@nailtalklive.com met vermelding van je adresgegevens en je naam en plaats de foto's ook in de NailTalkLive groep. Gewoon om te zorgen dat het toch goed gaat, want het gaat toch steeds niet altijd goed. Je stuurt je huiswerk in naar naar info@nailtalklive.com en vanuit daar maken we de certificaten ook voor iedereen en die worden dan verstuurd. Dat beheren we in 1 database, want anders gaat het allemaal door elkaar heen. Dus nou ja, in ieder geval, we gaan terugkijken bij jou. Yes. De planeet is nu uitgehard. En nu heb ik op mijn paper palette een klein druppeltje emerald neergelegd. Met daarbovenop een druppeltje van de Silver Cat Eye Top Gel. En die twee, die meng ik even door elkaar heen. Zo. En nu pak ik met mijn... Ik pak even een andere. Met mijn detailer 3. Of nee, weet je wat ik waar ik het mee doe? Ik doe dat met de Strass Nail Art Brush. Ik ken iemand die er ook zo gek van mee is, met dat penseel. En, oh, pijn. Oh ja, oké. We zeggen hij is weer niet meer scherp, maar hij is weer scherp. Nu pak ik een druppeltje op. Ik zal hem even zo. En nu breng ik hem vanaf de zijkant... In een cirkel. Over mijn design. Zoals een beetje Saturnus is natuurlijk. Ik zal hem ietsje breder maken. Zo. Misschien hier nog een klein beetje, want hij loopt altijd ietsje meer daaruit. Zo. En nu heb ik natuurlijk de Silver Cat Eye Top er doorheen geroerd. En is die mooi? Even kijken of die... Ik kan niet helemaal zien en door het licht of die recht is, maar volgens mij zit er een klein knikje in. Die haal ik even weg. Zo, dat is beter. Nu nemen we een magneet. En het mooie is dat je daardoor die streep echt kan highlighten. Dat zilver komt er nu mooi omhoog. Kun je het zien? Is dat makkelijk? Is dat te zien een beetje? Kijk.
Zo. En als je hem goed genoeg vindt, dan harden we hem uit. Zo. Nou, het hoeft maar 30 seconden. Het is natuurlijk een topgel. Zo. Dan leg ik op het paper pallet een beetje liner white neer. Zo. Klein beetje maar. Zo. Wacht even tot het design klaar is. Ah, la la. Nou, is wel goed zo. Ja, ik was even tussendoor een berichtje op Messenger aan het beantwoorden van Lisette over de airnails training. Kwam even tussendoor, was natuurlijk ook belangrijk. En intussen zie ik dat bij jullie, Lisette had al geraden, ja zeg ik, een planeet in de sterrenhemel. En ja, iedereen vindt het prachtig. Nou, dat is leuk. Zo, maak even het puntje van mijn penseel schoon, want ja, die heb ik zo weer nodig. Zo. Nu heb ik net natuurlijk op het palet wat liner white neergelegd. En nu ga ik met mijn dotting tool, met het kleinste puntje die je hebt, in die mini puntje, een klein stipje oppakken. Dominique zegt zojuist dat ze de trui die je aan hebt geweldig vindt. Dankjewel, Monique. Dankjewel. Ik bedenk me elke keer waar ik hem ook weer gekocht heb. Dat weet ik niet meer. Dat was ergens in Drenthe, maar... In Drenthe? Ja, ik was daar toen in een hotel. En toen gingen we even winkelen toen ik nog kon. Maar ik heb geen idee. Het was ergens in een winkel, maar ja, dat is meestal. Zo. Dan heb ik de kleine stipjes neergelegd. En nu maak ik een heel klein sterretje. Ja, door hem eigenlijk uit te trekken, dat, ja, dat stipje. Ja, ietsje. En je moet hem wel altijd vanuit het midden pakken, want anders dan wordt het een brede lijn aan het einde. Ik zie niet helemaal wat ik doe, want door het licht, maar ik hoop dat het goed gaat. Klein beetje hierheen. Die middelste puntjes, die maak je altijd ietsje korter. Zit ik nog in beeld? Helemaal niet. Natasja van den Bos zegt, die trui bij de scam toch, Deborah? Ik weet het echt niet meer. Oh. Dan sla je me dood. Ik weet het niet meer. Zou kunnen. En Niels bij Ilvisa zegt, ik smelt als ik die mooie designs zie. Ja, het is toch leuk. Je kent er zoveel mee doen. Het is echt bizar. Nou, een hele lieve opmerking van Fabienne. Blij met deze inspiratie. Grote dank aan jullie team, Nail Talk Live. En natuurlijk aan Nee en Jaap, die zulke fantastische dingen doen voor ons. En zoveel mogelijk maken. Dat is absoluut waar. Sluit me helemaal bij aan, Fabienne. Ja, ik ook. Zonder hun is het überhaupt niet mogelijk. Oh, het is toch heerlijk om die sterretjes... Alleen die sterretjes zijn ook al leuk, hè? Ja, maar dat is gewoon ook een zwarte nagel, een paar van die sterretjes erop. Ja, maar ik ga zo meteen nog een klein beetje een paar dots erbij zetten. Dat is ook gewoon al een hele verademing. Alleen dots. Dat doet ook altijd al zoveel. Ja, dotski. Ik heb een heel carrière gebouwd op alleen stippen. Ja. En bloemetjes. Ja, 3D-bloemetjes, hè? Ja. Niet te minderwaardig, Pepijn. Nee, maar die dotskies, die maakten het altijd wel afski. Ja, altijd. Ja, afski, ja. Zeker wel ski. Nou, dit is wel genoeg zo. Meer hoeft niet. Dan pak ik ook weer het kleinste puntje. En dan... Hup, het hoeft ook niet zoveel, maar het is net even gewoon leuk. Gewoon extra. Omdat het kan. Lisette zegt, dit is echt intergalactisch. Mieke zegt, geweldig. En Iris zegt, nou, je hebt zelf ook weer super prachtige nagels, Deborah. Ja, dat vinden meer mensen. Ik hard deze even uit. En dan weet misschien Pepijn nog wat meer reacties heeft. Nou ja, Shirisa zegt, ik weet altijd precies waar ik wat gekocht heb. Ik kom het dorp niet uit, bij het buitenwerk om. Kijk ze zo. Nou, Shirisa, dat ken ik. Ik weet ook precies waar ik wat heb gekocht. Ik weet ook nog precies wat het heeft gekost. En ik weet ook nog precies hoeveel kilo geleden het nog paste.
Maar goed, dat is dan... Nee, maar ik loop gewoon ergens naar binnen en dan zie ik iets moois en dan koop ik het en dan let ik echt niet op vaak waar het is. Ik denk, oh, dat is mooi, dat koop ik en neem ik mee, dan ben ik al weg. En dan thuis gooi ik de tas weg, bon weg. Geen idee, ik weet het gewoon niet. Maar het zou kunnen hoor, wat net was zeg. Was dat scam? Teuntje vraagt, plaats je nog een klein strassteentje in het sterretje? Kan, maar dat wordt een heel klein strassteentje, want anders zie je niks meer van het wit. En zo'n heel, heel kleintje heb ik nu niet. Oké, okay, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Of een heel klein beetje van de zilveren Cat Eye Top Gel in het midden. Zo in die kaart. Gewoon even. Moet je niet het magneet eroverheen halen, want dan is die gelijk weg. Dat zie je niet meer. Maar dat kan ook. Dan blinkt het nog een beetje extra. Nou, en Kirsten, jij zegt, ik ga het proberen. Internagelactastisch. Jeetje. Internagelactisch. Internagelactisch. Haha, ik heb hem. Internagelactisch. Mooi woord voor die ga Scrabble. Onthouden. Ja, briljant voor Scrabble. Teer zei, jij zegt allemaal leuke dingen. Ben lekker nu ook mee bezig tijdens deze live. Cerise zegt over mijn hoeveel kilo's geleden erg hebben pijn. Ja, ja, maar goed, onarm het. Space Design zegt Martine. En Natasja zegt, ik heb dezelfde trui. Beide scam vandaan. Alleen die van mij is iets lichter van kleur. Nou ja, misschien moeten we dat design van jouw blouse of trui maar een keertje namaken. Joey zegt, supermooi. En Internagalactisch. Ik vind hem briljant bedacht. Dat is toch ergens van? Intergalactic Fantastic of zoiets? Dat is van een musical. Oh ja, dat weet ik niet. Ja. Ik ken alleen Supercalifragilisticexpialidocious. Ja, zoiets. Ja. Dus je merkt, ik hou van gekke woorden. We gaan weer verder kijken bij Tibor. Ja, ik ben een heel klein highlightje aangebracht. Minimaal zit ik nog in beeld. Zo, excuus. En dan vind ik het dan mooier om hem nog even ietsje strakker te trekken. Ik was weer te enthousiast. Ik zat naar Pepijn te kijken en ik zette zo een lijn op. Dus gewoon even een heel klein ding. Nou, wordt nu wat mat, hè, maar dat is daar weer weg. Ik heb hier ook een heel klein highlightje gezet. Net even een aanzet. En dat kan je eventueel daaronder ook nog even doen. Heel licht. Dus gewoon eventjes gewoon alleen maar aanzetten waar die cirkel loopt. Zo. Dat is het eigenlijk. En dan harden we hem uit. En daarna gaat de top coat eroverheen en dan is die klaar. En ik denk dat we dan ook ongeveer een beetje klaar zijn. Voor vandaag ben ik bang. Ja, maar we willen natuurlijk zo direct nog wel even het eindresultaat zien. Terwijl deze uithard en jij de top gel aanbrengt, kijken wij nog even naar die tweede Cat Eye collectie met die prachtige shimmers. De vier prachtige kleuren met het subtiele glittertje van Cat Eye collectie nummer 2. Ja, ik was toch even hier aan het kijken. Ja, het is al bijna voorbij. Het is al bij 10. Het is 9:45. En ja, toevallig komt dat vanavond een keertje heel erg goed uit. We gaan eventjes kijken naar het eindresultaat bij Deborah. Yes, dit is hem geworden. Ik heb hem afgelakt. Hij is uitgehard. En kijk maar mee. Superleuk. En alles met Cat Eye, hè? Enkel de, alleen de stipjes niet en de sterretjes, maar verder is de hele design Cat Eye. En door de kleuren te mengen van de planeet, krijg je echt een beetje dat planeetkleur, zeg maar. En ik heb hier nog een iets andere. Deze heeft een beetje een halo eromheen. Cool. Is net weer een beetje anders. Een beetje alsof die in de brand staat, zeg maar, die planeet. Dat is een soort Mars, eigenlijk.
En dat zijn die designs. Dan wil ik ook nog even deze laten zien. En dat zijn de inlay-geodes. En die zijn helemaal met lage kleuren opgebouwd. Dat ken je misschien wel, misschien niet. Maar diverse kleuren en dan opengeveld met de sandingvel. Dan in het center een beetje gemstone gel neergelegd. En daar overheen de nieuwe glitters. En daarna afgelakt. Eerst met base en top om dit egaal te maken. En daarna met de, hoe heet die kleur? Supreme Finish. Goedemorgen. Die. En dan krijg je ook dit super toffe effect. Back to you, Pepijn. Ja, ik ben eventjes aan het kijken in mijn telefoon. Ja, zoals ik al zei, vanavond is het een keertje een beetje bij tijds. Komt ook omdat we natuurlijk een heel druk weekend achter de rug hebben. Natuurlijk maak jij ook nog kans op een hele geweldige prijs. Wat je daarvoor moet doen, is dat huiswerk maken voor Deborah. 6 varianten op deze designs met cat-eye, met glitter, met verschillende kleurcombinaties en verschillende magneettechnieken. Op Colourpops of op echte nagels zijn ze behandeling. Het mag alle 2, maar het moeten er wel 6 zijn. Maak een screenshotje nog even voor de zekerheid. En dan, wat zijn de regels? Je hebt 2 weken de tijd om het in te sturen. Stuur je huiswerk via de e-mail naar info@neiltalklife.com. Onder vermelding van je naam, je salonnaam en je adresgegevens. We moeten wel weten waar dat certificaat naartoe moet worden gestuurd natuurlijk. En we zien heel graag je foto's ook terug in de Nail Talk Live groep. Van alle inzendingen ga jij er 3 kiezen. Ja. We hebben 3 winnaars en die winnen een verrassingspakket. Ja. En wat zou daar nou in zitten? Ik geef een kleine tip. Miauw. En bling. En bling. En dat hoor je dan over 2 weken in de volgende live workshop. En over 2 weken ga ik dan ook live met Jessica. En het wordt een avondje lang Christmas designs. Ik wil daar door elkaar heen zeggen. Kerstmis designs, kerstdesigns, kersenmussen, hele mooie dingen. We gaan er een hele leuke avond van maken. Waarschijnlijk duurt die dus dan weer wel wat langer. Want ja, dat is handpainten en stempelen en dit en dat en zus en zus en zo. Gaan we alle kanten op. Maar ja, ik heb vanavond ook enorm genoten van al jouw tips en tricks, Deborah. Waar haal je nou toch die inspiratie vandaan? Het stond al een keer in de comments, die vraag. Ik ga hem je nu toch ook stellen. Hoe bedenk je dit soort dingen nou? Nou, gewoon gaan zitten en gaan doen. En dan gaan rommelen. Zoals ook met al die magneten. Ik ben gewoon gaan zitten. En ik denk, wat kan ik er nou nog meer mee doen? Dus ik ben gewoon gaan rommelen. En ik heb ook heus wel wat tips weggegooid, hoor. Dat ik dacht, het is het niet. Maar gewoon, ja, gewoon doen. Eigenlijk, ga zitten. Zet je spulletjes uitgebreid neer. En ga gewoon een beetje rommelen. Dat is echt het leukste wat er is, hoor. Echt. En dan zeker als je er geen haast mee hebt. Want dat moet niet. Je moet het op je gemakje doen. En dan lekker gaan rommelen ermee. Zo noem ik het altijd. En dan komen de leukste dingen eruit. En vooral lekker het kopje leeg. En zeker in deze tijd is het het allerleukste om te doen. Designs maken en nail art. En gewoon met al die nieuwe spulletjes aan de slag. Ik zeg, doen. Het is echt zo leuk. Ja, en Patricia zegt, het laatste design had ik wel willen zien. Hoe dat werd gemaakt. Is daar een filmpje van? Nou, maar die gaan we wel een keer tijdens een live doen, hè? Ja. Verschillende vuil designs. Want met je vuil kun je heel veel verschillende designs maken. Ja. Heel veel variaties. Maar vertel nog 1 keertje hoe je dat nou precies deed, Deborah. Ja, zou ik hem er nog even bij pakken? Ja, gewoon wat... Deze. Die inlegen jodes, hè? Die je met het openveilen. Deze. Ik heb eerst een wit ondergrond gelakt. Leg die even opzij. Hier, daar overheen heb ik een de Mace Choice 2020 gelakt. Daar overheen een paarse lak. Dat was, ik heb hem hier staan, de Lady Violet. Daar de nieuwe lak overheen. Die ben ik een beetje... Nee, die heb ik ook hier staan. Ik heb alles. De Misty Fields. En hier overheen de Cat Eye. En dat is de Emerald. Nee, de Diamond. Excuus. Die heb ik wel een shimmer gegeven met een magneet. Dat kun je ook zien. Want hij heeft gewoon een beetje... kleurverschil. Hier is die wat donkerder en hier is die wat lichter. Dat is alles is dicht, hè? Zo moet je het zien. Dus laag over laag over laag. Maar wel dun lakken. Dat is erg belangrijk dat je het er heel dun lakt. Dat is heel belangrijk. Want anders wordt die nagel heel groot en dik. Maar je kunt zien, hij is gewoon nog mooi dun. Ook hier kun je het zien. Het is gewoon zoals een tip. Dus dun lakken. Ook in verband met al die lagen natuurlijk moet je apart uitharden. Niet laag over laag, anders krijg je een mix. Dus elke laag apart uitharden. Daarna ga je met je sanding bit. Die kan ik wel even laten zien. Maar kan dat ook met een vijl, als je geen sanding bent? Ja, maar dan zie je het niet goed. Want een vijl is best wel grof en groot. En met een sanding bit heb je iets meer beter oog voor detail. Het kan met een vijl, maar je gaat er sneller doorheen of je vijl een te groot vlak open.
Ja, dus heel zacht. Heel ja, heel voorzichtig. Ja. En elke vuilstap even kijken, waar ben ik? En weer even kijken, waar ben ik? Dus elke keer even met een grove vuiltje, daarmee gaat veilig kijken wanneer je bent. En met een sending bit, die heb ik hier in de hand. Die kan ik even op topshot laten zien. Dat is deze. Je kunt ook echt zien dat ik het uitgeveld heb. Kun je heel precies die lijnen volgen. Dus je gaat er langs en je doet het heel voorzichtig. En zorg dat de kern dus kaal is. Dus dan ga je door alle laklagen heen. En die kun je zo breed of zo smal maken als je zelf wil. Als je maar nog ruimte overhoudt om daar bijvoorbeeld een glitter in te doen. Of een cat-eye. Dat kan natuurlijk allebei. Je kunt ook die kern opvullen met een cat-eye en daar nog een klein streepje in zetten. Dat kan ook. Ik heb hier gekozen voor de nieuwe Metal Flakes. En ik heb dat eerst aangebracht met de Gemstone Gel. Daarover de Metal Flakes. Toen het geheel afgelakt met base en top om het egaal te krijgen. En daarna afgelakt met de Supreme Finish. En dan is die gewoon mooi egaal. Want je voelt ook geen haperingen. En is het een heel goed draagbaar design ook. En heel apart. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk niet zo vaak. En zo is die opgebouwd. Maar misschien kunnen Pepijn en ik hem inderdaad nog een keer in een Nail Talk Live Show doen. Dat is misschien wel een leuk idee. Ja, en anders ga gewoon spelen. Ga ontdekken, ga creëren. En je zult merken dat door dingen op een te proberen je vaak tot geweldige inzichten kunt komen. En geweldige technieken kunt bedenken. Nou, het is alweer bijna 10:00. Dat betekent dat ik jullie ga bedanken voor het kijken. Aanstaande woensdag hebben we natuurlijk ook weer een Nail Talk Live Show. Dan ga ik samen met Jessica natuurlijk jullie weer heel veel leuke designs laten zien. Het zijn kerstdesigns, maar wel met een knipoog. Je kunt ze ook op andere momenten in het jaar gebruiken. Super leuk en super divers. En Jessica gaat de Grinch maken. Nou, als jij nou de Nail Talk Live nieuwsbrief al ontvangt, dan wist je dit allemaal al. Heb jij nou nog niet de Nail Talk Live nieuwsbrief en wil je wel 2 keer in de week een leuke reminder aan Nail Talk Live hebben, stuur dan even een mailtje naar info@nailtalklive.com. info@nailtalklive.com en vermeld even, ik wil graag de mailing ontvangen, of tenminste de nieuwsbrief, de Nail Talk Live nieuwsbrief, en dan ontvang jij die ook. Erg belangrijk, want we naderen het eind van het seizoen. En het is natuurlijk wel van belang dat jij weet wanneer we weer beginnen, wanneer we weer met een live beginnen en wat je allemaal van ons kunt verwachten. En geloof me, het nieuwe seizoen wordt nog leuker. Nou, dat is aanstaande woensdag. Aanstaande vrijdag hebben we dan natuurlijk een International Nail Talk Live. En het schiet me helemaal nu uit mijn hoofd waar die ook weer over ging. Ik ben het helemaal kwijt. Ik ben het helemaal kwijt. Waar ging het ook weer over? Oh, nou, ik zeg dat woensdag even in de show. Dat komt, soms lopen dingen helemaal door elkaar heen. Maar vrijdag is er dus ook weer die Internationale Nail Talk Live Show. Over 2 weken ga ik live met Jessica en dan gaat het over kerstdesigns. We gaan het helemaal zo bont er bont maken. Deborah, heel erg bedankt. Ik geef nog even het woord aan jou. Jij ook, Pepijn, bedankt. En jullie natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken allemaal. En ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren met al deze designs. Het waren hele snelle designs, vandaar dat we ook wat sneller zijn vanavond. Maar ik denk dat dat in aankomende dagen ook wel heel fijn is, dat ze snel en toch heel erg tof zijn. Dus ik hoop dat jullie ermee aan de slag gaan. En ik ben ongelooflijk benieuwd naar wat jullie ervan gaan maken. Dus ik zie ze heel graag tegemoet en tag me in alles. Ik geef overal antwoord op en ik kijk naar alles. Dus tot gauw hoop ik. Doei en bedankt. Ja, en vergeet ook niet dat woensdag over een week, dat is de laatste Nail Talk Live van dit seizoen, dan is het de 100ste Nail Talk Live. En die wordt natuurlijk helemaal bijzonder. En op 23 december hebben we ook nog een speciale kerst Nail Talk Live voor jullie. Met allemaal ideeën daarvoor. Dus in die hectische tijd van het jaar komen we dan toch nog eventjes bij jullie op bezoek met het hele Nail Talk Live team. Of in ieder geval met een groot deel van het Nail Talk Live team. En zo groeit het en groeit het en groeit het. En dat allemaal uit de passie voor nagels. Het is echt internagalactisch. Ik moest toch even spieken. Nee, nog niet zo hangen. Internagalactisch. Het is in ieder geval met passie en liefde voor jullie gemaakt. Stay safe, stay healthy. Bescherm elkaar een beetje. Let goed op jezelf. Bescherm jezelf, bescherm je klant. Nagels is in België heel veel sterkte en succes. Maar blijf vooral genieten van het allermooiste dat er is. En dat zijn die prachtige nagels. Als afsluiter vanavond kijken we nog 1 keer naar mijn favoriet van deze decembermaanden. Balmasqué, de limited edition glitter gel polishes by Magnetic. Tot snel!